Iedereen van harte welkom, zo deze eerste vergadering na het zomerreces. Volgens mij miste maar één raadslid, meneer Lesman van de SP. Die is verhinderd vanavond en verder, als ik zo om me heen kijk, is iedereen aanwezig. Bijzonder woord van welkom aan mevrouw De Jonge, onze nieuwe burgemeester. Heel blij dat u in ons midden bent en we hopen op een goede samenwerking. We hebben vandaag twee agendapunten op de agenda staan over het koersdocument van WDK en de politieprioriteit in 2019. Dan kom ik nu bij agenda punt 3, want mededelingen zijn er verder niet. Vaststellen van de agenda. Kan iedereen hiermee instemmen zoals die voor ligt? Ja? Insprekers hebben zich vandaag niet gebeld. Dan komen we bij agenda punt 5, koersdocument WDK. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder, meneer Hamster. Dank u wel, voorzitter. Een koersdocument dat u volgens mij voor de tweede of de derde keer vanavond bij uw leesstukken heeft liggen. We hebben een half jaar geleden als dagelijks bestuur van WDK vastgesteld op welke wijze wij verder zouden willen. En vanavond hebben we daarvoor de directeur Grietje Kalsbeek uitgenodigd. Ook om even met u kennis te maken, want ze is inmiddels ruim een jaar in functie. Maar volgens mij heeft u als raad nog nooit elkaars nieren kunnen proeven. Dus hierbij, maar we willen het vanavond. Ik laat het aan u of u dat ook gaat doen. Maar we willen het vanavond vooral over het koersdocument gaan hebben. En misschien is het goed om daarbij op te merken dat ik voornemens ben om het college voor te gaan stellen, daar een zienswijze op in te dienen en ook dat aan u voor te gaan leggen op dat koersdocument. En die handelt er met name op dat wij als gemeente allereerst de vrijheid willen behouden en de aansturing over onze TDC's. De regie over onze eigen klanten. En dat wij naast WDK ook andere partijen de mogelijkheid willen blijven bieden om leerwerktrajecten aan te bieden. WDK als preferred partner, niet als exclusief en enige partner in dit domein. En voor het overige denken we dat er een heel goed document ligt. Dat heeft u kunnen lezen en dat gaat de directeur u nu ongetwijfeld ook vertellen. Hij doet het. Ja, eigenlijk zou ik ook wel willen rondlopen, maar dan loop ik hier zo in het midden. Dus ik denk, ik ga gewoon hier staan en dan zien we het wel. Hartelijk dank dat ik vanavond hier de koers en eigenlijk iets breder dan dat WDK mag presenteren. WDK zoals er staat verleden, heden en toekomst. En natuurlijk in het bijzonder de pilots waar wij een nieuwe start mee willen maken. Ik had geloof ik op de vorige geschreven even voorstellen. Voor wie mij niet kent, ik ben inderdaad vanaf juni vorig jaar directeur van WDK. Ik heb een breed cv, eigenlijk voornamelijk in de sociale sector, welzijn, onderwijs, sport en ook in de zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, ziekenhuiszorg. Maar ik heb ook 12 jaar bij gemeenten gewerkt, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Gemeente Noordenveld en gemeente Groningen. En tussendoor nog 8 jaar advieswerk gedaan, dus u begrijpt wel. Mijn cv is zo lang en dat past ook een beetje bij de leeftijd die ik inmiddels heb mogen bereiken. Niet dat ik helemaal aan het eind van mijn carrière ben, maar zeker niet meer aan het begin. En daarom was het ook voor mij en een leuke uitdaging om een best wel ingewikkeld dossier, maar daar komen we zo wel op, als WDK te mogen leiden en ik hoop naar een goede toekomst mogen leiden. Ik wou eigenlijk heel graag de presentatie in 1 keer doen. Want ik begrijp heel goed dat het vragen oproept. Maar mijn neiging is dan ook om er uitgebreid op in te gaan. En het lijkt me eigenlijk goed door de presentatie heen te gaan. Hij lijkt heel lang, maar er zitten ook heel veel foto's in. Dat leek me ook leuk om even te laten zien hoe het er nu in de praktijk uitziet. Dus ik doe mijn best en mocht ik over de tijd heen gaan, dan neem ik aan dat ik vanzelf hier links wel gecorrigeerd word. En dan zal ik een beetje sneller door de presentatie gaan. Ik heb het al gezegd, verleden, heden, toekomst en de pilots. Wel even op te merken dat we vorig jaar in oktober 60 jaar bestonden. Dat was eigenlijk wel een heel heugelijk moment geweest om een feest te vieren.
Maar de omstandigheden en eigenlijk ook de financiële middelen op dat moment zijn er niet echt naar geweest om dat te gaan doen. Ik denk wel dat als wij iets meer op koers zijn in de toekomst, dat er een moment gekozen moet worden om te vieren dat we al zo lang bestaan. Natuurlijk met voorgangers, maar eigenlijk dus een best wel oude voorziening zijn. Participatiewet, nou die hoef ik niet helemaal op te noemen, want ik neem aan dat iedereen op dit dossier de wet kent. Bijzonder in het nieuws natuurlijk eventjes de afgelopen tijd geweest de zogenaamde loonkostensubsidie of de loondispensatie. Voor mensen met een handicap die aan het werk kwamen dreigden onder het minimumloon betaald te kunnen worden. Nou, dat is in ieder geval vorige week door de Kamer hersteld in een besluit om toch over, nou ja, eigenlijk te blijven bij het oorspronkelijke standpunt, namelijk om een loonkostensubsidie toe te kennen. En ik persoonlijk, en ik denk, ik sta hier ook vanavond, ik mag ook wel wat persoonlijk zeggen, vind dat een hele goede, eigenlijk een goed besluit. De tweede is natuurlijk in het bijzonder beschut werk, om eventjes te noemen. Ook dat is een dossier wat niet vanzelf op gang komt. Waar ook wat extra stimulans nodig blijkt om de voldoende plaatsen te realiseren. Deze gemeente en in samenwerking met de andere 5 gemeenten waar we deken voor werkt, gaan ook onderzoeken hoe dat aantal beschut werk nog meer gestimuleerd en dus verhoogd zou kunnen worden. Nou, dat zijn even de bijzonderheden naar aanleiding van de participatiewet. Oost-Groningen. Ook allen ongetwijfeld nog meer bekend dan mij, maar in ieder geval besloten om samen te werken in de uitvoering van de wet met de gemeente, sociale werkvoorziening, UWV en het onderwijs. En hebben, en daar was Stadskanaal volgens mij een van de voorgangers in, TDC's opgericht voor de activering en ontwikkeling van werkzoekenden. Doelstelling WDK, die hebben we een beetje aangepast aan de hand van het koersdocument. Natuurlijk passend werk bieden voor de oude doelgroep van de sociale werkvoorziening en de nieuwe doelgroep voor beschut werk. Zoveel mogelijk mensen uitplaatsen naar regulier werk is nog een versterkte doelstelling uit de participatiewerkwet. In principe zou dat eigenlijk reguliere uitstroom naar betaald werk moeten zijn. Het blijkt dat dat voor mensen die in dienst zijn van WDK wel een enorme grote stap is. Ik geloof dat we vorig jaar 1 medewerker van de sociale werkvoorziening WDK hadden die uitgestroomd is naar regulier werk en ook daadwerkelijk ontslag heeft genomen. Maar over het algemeen hebben gemeenten gekozen voor de vorm van detacheringen. Waarbij de zekerheid van de baan bij WDK blijft bestaan, maar in de praktijk gewerkt wordt bij bijvoorbeeld ondernemers. Bijvoorbeeld in Stadskanaal natuurlijk de ondernemers die de groenvoorzieningen hebben overgenomen. En in sommige gevallen hebben gemeenten besloten om het zelf te gaan doen. Het betaalbaar houden van de voorziening door opbrengsten uit productie en dienstverlening. Dat is ook een doelstelling die we hebben toegevoegd. Voorheen was er eigenlijk niet officieel, maar wel niet officieel een soort winstoogmerk ontstaan. Zoveel mogelijk geld verdienen uit de productie. Dat was ook, denk ik, een van de redenen waarom WDK zo lang, zo goed financieel heeft gedraaid. Dat winstoogmerk is onhaalbaar geworden en dat zal ik straks ook nog even toelichten bij de financiële gegevens van WDK. Maar toch zou je willen dat de voorziening betaalbaar blijft, met name omdat de gemeenten moeten opdraaien voor de tekorten. We hebben nog ongeveer zo'n 15 miljoen wat onze omzet is uit de productie, inpakwerkzaamheden en de groen die wij verzorgen, daar waar het nog niet gedetacheerd is. En ja, dat is toch een substantiële bijdrage. Alhoewel de tekorten vorig jaar zo'n 3 straks oplopen naar 5, 6 miljoen. Maar dat heeft andere oorzaken. Het streven blijft gewoon om het maximale eruit te halen als het gaat over productie en daarmee nog een beetje geld terugverdienen. Nou, reïntegratie en begeleiding naar regulier werk samen met de TDC's is eigenlijk altijd al een doelstelling geweest van WDK. In de nieuwe koers wordt die eigenlijk nog versterkt. Huidige situatie. Financiële ontwikkeling. Ik heb er al iets over gezegd. Vanaf 2015 zijn de tekorten eigenlijk opgelopen tot zo'n 6 miljoen. En dat is 2020. Dat is wat we ongeveer op dit moment kunnen overzien in de komende jaren. Hoe komt dat? Nou, allereerst een dalende subsidie bij stijgende loonkosten.
Gemiddeld daalt de subsidie zo'n €500 per medewerker per jaar. En dat telt al op tot een tekort op de loonkosten op dit moment per medewerker van zo'n €6.000. Dat is echt ontzettend veel. Dat is gewoon niet in te halen. Detachering in de bestverdienende werksoorten. Logisch zou je zeggen, want in de bestverdienende werksoorten werken waarschijnlijk ook de medewerkers die het meeste aankunnen en die kwamen en komen het meest in aanmerking voor detachering. Het nevengevolg is wel dat bijvoorbeeld in groenvoorzieningen WDK altijd wat extra opdrachten kreeg, of van de gemeente of van particulieren, en juist op die extra opdrachten extra geld verdiende. Die betaalde beter dan de reguliere werkzaamheden. Dat werk wordt niet meer aan WDK gegund. Dat wordt gegund aan de ondernemers die het groen onderhoud uitvoeren. Niet kostendekkende detacheringstarieven. Dat is ook een feit en een reden voor de financiële situatie. Dat was in oorsprong wellicht niet het geval. Maar er is geen rekening gehouden met dalende subsidie. Dat betekent dat de tekorten die zijn ontstaan in de jaren nadat er gedetacheerd is voor rekening van WDK komen. daar vind ik ook wat van, maar dat komen we wel tegen in de discussie die we misschien nog eens met het bestuur gaan voeren over detacheringen. De medewerkers in het in- en ompakwerk, en dat is ook echt het werk voor de doelgroep die niet op een andere manier aan het werk kan komen, ja, die heeft de laagste opbrengst, de laagste netto toegevoegde waarde. En dat wordt een steeds groter deel van ons personeel. Dalend aantal medewerkers door natuurlijk verloop. Daalt ongeveer met 50 medewerkers per jaar. En er is geen nieuw instroom meer. Er zijn nu 17 medewerkers in de afgelopen jaren voor nieuw beschut binnengekomen. Nou, dat is natuurlijk vrij weinig als je dat vergelijkt met de uitstroom per jaar. Al met al leidt dat tot een groeiend financieel verlies. En er valt ook weinig op te beïnvloeden, want zoals jullie zien, het grote blauwe vlak. Nou, ik vind het zelfs hier moeilijk om de cijfers precies te zien, maar ja. Maar 87% van de kosten van WDK zijn gewoon loonkosten. En daarvan is het grote blauwe deel de loonkosten van de SW-medewerkers. En het oranje deel zijn de loonkosten van ambtelijk personeel. En dat bedraagt zo ongeveer 12-13% van de totale loonkosten. En dan heb je nog wat kosten uit productie en overige kosten, en dat zijn de groene en de gele balkjes. En zolang de medewerkers bij ons in dienst zijn, totdat ze uitstromen, blijven deze kosten de verantwoordelijkheid van WDK en dus ook van de deelnemende gemeenten. Personeelontwikkelingen. Op dit moment nog ongeveer 1700 medewerkers, over 10 jaar nog 1000 medewerkers. Verdeling per gemeente, nou jullie weten het wel, maar nu staat het toch eventjes in de cirkel. De Stadskanaal is het grijze deel van deze cirkel. En daarmee het grootste aandeel medewerkers in vergelijking met de andere gemeenten. Dit zijn de cijfers van 2016. Dat is wel belangrijk om er even bij te zeggen, want dat daalt natuurlijk ook. 28% van de medewerkers is gedetacheerd, dan wel bij ondernemers, dan wel bij gemeenten, veelal in de groen en in de schoonmaak, dat zijn groepsdetacheringen en hier en daar individuele detacheringen. En als je het aan mij vraagt, is dat ook ongeveer het percentage wat we maximaal kunnen halen. Want het blijkt dat bij de detachering in 2016 redelijk veel medewerkers zijn teruggekomen voor wie het te zwaar was om bij reguliere bedrijven aan het werk te zijn. Maar dat gebeurt nog steeds. Dus er komen nog steeds medewerkers terug. Bijvoorbeeld als ze ouder worden die het dan niet meer aankunnen. Dus dit percentage zie ik in de komende tijd eerlijk gezegd niet stijgen. En dat is natuurlijk anders dan de verwachting die we hadden. Belangrijk punt is, de werkleiding stroomt net zo hard uit als het aantal medewerkers. En de werkleiding bestaat bij ons voor het grootste deel uit SW-medewerkers. Die zijn doorgestroomd naar leidinggevende functies. Dat betekent, als we toch leiding uitstroomt en er moet nieuwe werkleiding komen, dan zal dat een ambtelijke aanstelling zijn. En dat betekent dus flinke verhoging van de kosten. Maar ja, je kunt ook geen werk verrichten als je in een ploeg medewerkers geen goede leiding geeft. Dus eigenlijk is dat onoverkomelijk. Dus dat moet je gewoon organiseren.
Nou, een stukje positief, misschien ook niet onbelangrijk, volop werk. WDK heeft volop werk. Nog in zo'n 28 werksoorten. Ik dacht, laten we er wat foto's in doen, dan wordt het wat inzichtelijker. Groenvoorzieningen. Opknappen van de Britanniabrug. Er heeft ook uitgebreid in het dagblad gestaan. Dat is bijvoorbeeld zo'n klus waar de mensen van WDK ontzettend trots op zijn. Want het is een enorme ophaalbrug. Dat we dat nog kunnen. Daar moeten we ons wel ontzettend voor inspannen. Maar dat is gelukt. Brugwachters. Beschoeiing. Werkzaamheden. En natuurlijk het in- en ompakwerk. En polijsten. Groenveendam en de grote houtafdeling in Ter Apel. Laat ik zo meteen nog een voorbeeld van zien als we even op de pilots inzoomen. Magazijn, daar heb ik natuurlijk nadrukkelijk Rituals Nederland even op ingezoomd. Rituals Nederland, voor dat bedrijf zijn wij de hoofdinpakker voor alle bijzondere verpakkingen. Dus niet de reguliere, dat wordt geautomatiseerd gedaan, maar voor alle andere verpakkingen is WDK de eerste die in aanmerking komt om dat werk te verrichten. En dat doen we veelal samen met Emco. Maar eigenlijk is het zoveel werk dat we het verdelen over alle 5 SW-bedrijven in deze regio. We krijgen allemaal werk van WDK. En dat komt omdat de periode waarin dat inpakwerk gedaan moet worden beperkt is tot 6 weken. Het is een enorme opdracht die we toch graag willen hebben. En andere SW-bedrijven zijn op zoek naar werk. Dus dat is eigenlijk een prima manier om het toch voor elkaar te krijgen. Natuurlijk de kringloopwinkels, zowel in Veendam als in Stadskanaal. De industrie, Veendam en het magazijn wat daarbij hoort. Daar ben ik de metaalafdeling vergeten. Die had natuurlijk ook even op de foto gemoeten. Dat is ook nog een bijzonder onderdeel van WDK. De meeste SW-bedrijven in Nederland en ook zeker in deze regio zijn allemaal afgebouwd. Het voordeel van een tijd lang stilstaan, zoals wij gedaan hebben, is ook dat er niet veel is afgebouwd. En het is natuurlijk ook een voordeel dat we de omvang hebben die we hebben. Want dan kun je ook nog wat andere werksoorten in stand houden. En metaal en hout zijn bijzondere werksoorten waar wij blij zijn dat we die nog hebben. Met name, en daar kom ik dan nu op, omdat het ook een goede pilotsbasis kan zijn voor opleidingen. De scenario's die wij eigenlijk aan het bestuur hebben voorgelegd, zegt eigenlijk, er zijn 3 mogelijkheden. We doen niks. En als we niks doen, dan is er eigenlijk gewoon sprake van geleidelijke afbouw. Dat betekent wel dat er nog relatief lang veel personeel in dienst is en dat het relatief veel geld kost. En dat omdat er geen nieuwe instroom meer is en geen nieuwe ontwikkeling, de opbrengsten ook zullen dalen. Dat kost de gemeenschap veel geld. Als je kiest voor een bewuste en een actieve afbouw en ontmanteling, dan hou je nog steeds de verantwoordelijkheid voor al deze SW-medewerkers, net als in scenario 1, niks doen. Maar er komen natuurlijk incidentele kosten bij, omdat je mensen moet ontslaan, ambtenaren, dat vraagt transitiekosten. En die komen dan op bovenop de personele verantwoordelijkheden die je al hebt. Dus het voorstel wat we gedaan hebben aan het bestuur is eigenlijk, dat is al veel langer in gang gezet, laten we ombouwen naar een leerwerkbedrijf en dan voor de bredere doelgroep van de participatiewet en daar leerwerktrajecten gaan organiseren om juist tot stand te brengen dat mensen die niet vanzelf regulier werk vinden, maar iets nodig hebben om dat te vinden, bij ons leerwerktrajecten kunnen gaan lopen. En als je bij ons dat leert, en dat leert, die vaardigheden leert, dan werk je ook en daarmee draag je ook weer bij aan de omzet. Er is wel een investering nodig in kwaliteit. Ik kom zo op de pilot. Die kan ook worden gefinancierd uit de opbrengsten van de pilot. Want je moet natuurlijk wel hele goede begeleiding hebben als je mensen wat wil leren, zodanig wil leren dat ze geschikt zijn voor een reguliere baan. De nieuwe koers van WDK zegt, gebruik de infrastructuur van WDK en de kwaliteit die wij al in huis hebben voor de
begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en zet deze in een nieuwe doelstelling. Dat is het arbeidsfit maken van deelnemers uit de bijstand of schoolverlaters door leerwerktrajecten. En doordat de uitstroom gerealiseerd wordt uit de bijstand of geen instroom, kunnen we toch nog een positieve bijdrage aan het financiële tekort van de gemeenten, zij het indirect leveren. Hoe zien die pilots eruit? Nou, we zijn begonnen bij de werkgeversbenadering. Kijk naar wat de kansrijke beroepen zijn en kijk ook specifiek naar de regionale vraag die werkgevers hebben. En het aanleren van de vakvaardigheden moet gebeuren door praktijkopleiders. Want die vakvaardigheden, dat is niet zomaar een beetje leren. Dat moet daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt worden voor werkgevers. En dat kan. Omdat wij mee mogen liften in een landelijk experiment. Waar de gemeente Groningen in meedoet met zogenaamde praktijkverklaringen. Boris aanpak heet dat. En dat betekent dat we officiële praktijkverklaringen mogen afgeven als de medewerkers in die pilots, alle vaardigheden zijn afgevinkt, zal ik maar zeggen, zodat ze ook daadwerkelijk dat mee kunnen nemen als ze op zoek gaan naar een baan. Het blijkt namelijk dat er een hele doelgroep is, en met name daar is het ministerie op dit moment mee aan het experimenteren. Jongeren die mbo-opleidingen in zijn geheel en de entreeopleiding niet kunnen halen. Dus ook het mbo-onderwijs wil deelopleidingen gaan organiseren. Nou, je moet die praktijkverklaringen eigenlijk als een vorm zien van dat onderwijs voor die doelgroep die niet het MDO-diploma kan halen, maar vakvaardigheden die ze nodig hebben in het werk wel. En dat is ook het bijzondere van de pilot, een dienstverband bij WDK. Waarom? Omdat wij denken dat mensen als ze uit de bijstand zijn en een tijdelijk dienstverband bij WDK hebben, gemakkelijker vanuit die positie aan werk komen dan vanuit de bijstand. Hoe ziet die samenwerking eruit? Dat is samenwerken met TDC's. In eerste instantie moet de klant in beeld gebracht worden, e-portfolio gemaakt, toetsen, testen en trajectbepaling. Dat is allemaal het werk van de TDC. In de tweede fase, diagnose van de vaardigheden, ontwikkeltrajecten, leerwerktrajecten en opleiden, dat is het aandeel wat WDK gaat uitvoeren en waar WDK ook verantwoordelijk voor is. En dan in stap 3 is het de bedoeling dat de mensen naar regulier werk, naar een afspraakbaan of, als dat de conclusie is, naar beschut werk worden doorgeleid. En die activiteit in stap 3 is weer een samenwerking met het TDC. Zo ziet eigenlijk de totale samenwerking eruit. Welke pilots willen we dan gaan draaien? Houtbouw, schoonmaak, facilitair, zorg. Moet je met name aan de ondersteunende schoonmaak, huishoudelijke hulpdiensten denken, die ook in de zorg geschikt zijn. Kringloopwinkels, logistiek. Want kringloop is niet alleen het verkopen van de goederen, maar het is de hele logistiek van het ophalen van afval, het sorteren, het in de winkel brengen en verkopen. Dat zijn allemaal afzonderlijke vaardigheden. En natuurlijk metaalmontage. En metaalmontage zijn we druk in overleg met DOC 4. Omdat de doelgroep voor DOC 4 door de test komen sommigen, maar toch niet geschikt zijn om direct door te stromen naar DOC 4. Dat is eigenlijk een wat complexere metaaltechniek dan wat wij in huis hebben voor die doelgroep. Voor wie dat nog niet aan de orde is, zou WDK prima die pilot metaal kunnen uitvoeren. Dus je leert tijdens het werken leer je een vak. De opzet is dat er een half jaar gewerkt wordt met behoud van uitkering. Dat na dat half jaar gekeken wordt hoe het gaat. Medewerkers of de deelnemers die goed presteren, maar ook echt gemotiveerd zijn, in de tweede half jaar een dienstverband krijgen. En de bedoeling is dat 50% van die deelnemers na dat half jaar met hulp van TDC ook daadwerkelijk uitstroomt. Dat is de opzet. Ik heb even CASA op de foto gezet. Waarom? CASA Nederland heeft alle Xenos winkels die jullie misschien wel kennen overgenomen. En al die winkels worden opnieuw ingericht. En alle houten stellingen in die winkels maakt WDK. Vandaar dit plaatje. Ja. Een heleboel. Ja, echt heel veel. Jarenlange opdracht is dit.
Wat is het doel van de pilots? Ik kom tot een afronding. Natuurlijk is het doel het vergroten van de kans op regulier werk. Maar de gemeenten en wij willen ook graag onderzoeken of de leerwerktrajecten werkelijk bijdragen aan het verhogen van die kansen. En daarmee dus de basis kunnen zijn of blijven voor de koers van Wedeka. En samenwerken met TDC. De beste positie en samenwerking met het TDC zou je eigenlijk willen uitzoeken in die periode dat je zo nadrukkelijk in die pilot samenwerkt. Waar moet precies de knip komen te liggen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dat is de doorontwikkeling TDC. En dat loopt tegelijkertijd op met de doorontwikkeling van WDK. Nou, ik heb dit bijna allemaal al uitgelegd. We hebben afgesproken na anderhalf jaar de pilots te evalueren. De voorwaarde voor succes is motivatie van de deelnemers. En de kosten zijn uitsluitend de kosten van de aanstelling van een deelnemer in het tweede halfjaar. €7.000 blijft er over in de begroting per deelnemer voor de gemeenten. Dat betekent dat alle andere kosten, dus bijvoorbeeld het aantrekken van praktijkopleiders en trajectbegeleiders die wij hier op gaan zetten, uit de opbrengsten van deze medewerkers gefinancierd kunnen worden. Even terug naar WDK, want dit ging heel nadrukkelijk over de pilots. En dat is natuurlijk ook echt het onderdeel van de koers. Maar er is nog meer te doen. Want zoals ik al zei, de organisatie van WDK heeft jarenlang stilgestaan. Dat kon ook niet anders. Er waren immers in besprekingen over een fusie. En in die periode was er geen doorontwikkeling. Maar werden ook vacatures die ontstonden niet meer opgevuld. Dus eigenlijk en daarna ging de directie weg één voor één. Dus eigenlijk is er best wel sprake van een flink aantal jaren waarin er geen doorontwikkeling geweest is. Dat betekent dat er achterstallig onderhoud is. Dat de organisatie van WDK, die nu voor 100% gericht is op productie, zich echt meer moet richten op ontwikkeling. Niet alleen voor de pilots, maar ook voor de eigen medewerkers. Dat we echt moeten werken aan de kwaliteit van de werkleiding en de begeleiding. We hebben in de begroting voor 2019 ook extra ruimte gevraagd, met name voor de versterking van de leiding en een aantal staffuncties. Meer aandacht voor ontwikkeling naast productie. Een nadrukkelijke inzet op de verlaging van ziekteverzuim, dat ligt nu op 17%. Dat heeft niet alleen met de eigen organisatie te maken, maar ook met het gebrek aan arbo-artsen. Daar heb ik ook al eens een keer over in de kranten gesproken. Maar desalniettemin, je kunt je voorstellen dat als het percentage bijvoorbeeld met 5% zakt, dat dat toch een enorme bijdrage weer aan de productie en daarmee aan de opbrengst gaat leveren. Dus daar hebben we een project voor opgezet. We zijn bezig het logistieke systeem te vervangen. Ons huidige logistieke systeem hangt volledig af van ons hoofd ICT, die volgend jaar met pensioen gaat. Dus er is echt werkelijk geen tijd meer. We moeten nu, daar zijn we ook mee begonnen, een nieuw en wat moderne systeem gaan invoeren. En een kleine slagvaardig MT. Dat is ook mijn eigen opdracht voor de komende tijd. Het MT bestaat op dit moment uit alle vestigingsmanagers en hoofden van staf. En om de verandering teweeg te brengen, moet je ook een kleiner MT, wat slagvaardiger wordt, gaan inzetten. Dus de governance is nog een op, die staat er niet eens bij, maar dat is ook een vraagstuk. Niet alleen omdat sommige gemeenten in deze regio, of eigenlijk één, zich afvraagt of ze nog wel deel wil blijven uitmaken van de GR van WDK. Maar ook omdat er in de naamgeving een aantal zaken veranderd is. En op dit moment wordt er een onderzoek door Lysias uitgevoerd naar de toekomstige governance. Althans naar de vraag, wat willen de vijf deelnemende gemeenten nu eigenlijk? En hoe moet dan de besturing er in de komende tijd uitzien? Kortom, genoeg werk aan de winkel. Dat was hem. Dank u wel. Alsjeblieft. Zijn er nog vragen over voor mevrouw Kalsbeek? Ik schrijf even een naam op, hè. Mevrouw Schippen, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, het was een heldere verhaal, dank u wel. Maar ik heb toch wel een paar vragen.
Nou, gaan mijn vragen door het hele presentatie heen. Is dat een bezwaar of... Als ze één voor één komen, niet. Nee, oké, dan is het prima. Ik heb geprobeerd een beetje op volgorde te houden. Dus, eerst was mijn vraag van... als ik het goed in de presentatie heb gezien... één persoon uitgestroomd naar regulier werk. Dat is toch wel erg weinig. Ja. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat mogelijk is. Dat het dan, is het dan... hoe komt dat? Is dat dan uit te leggen? Of zijn met zoveel mensen bezig dat er maar één uitgestroomd is? Vind ik heel weinig. Maar goed, wat wil u direct antwoorden? Ja, dat wil ik wel. Ja? Dan is het nog vers in het geheugen. kijk, ik denk als je nu aan de start zou zijn... dat de medewerkers bij ons kwamen werken... dat het percentage nog wel veel groter had kunnen zijn. Maar je moet je ook voorstellen dat... de dienstverbanden bij WDK inmiddels zo'n 30, 40 en zelfs 50 jaar bedragen. Dus er is ook sprake van gewenning, waardoor het heel moeilijk wordt om buiten de deur te werken. Dat zagen we al bij detacheringen. En detachering is natuurlijk nog altijd een terugkomgarantie en die heb je niet bij regulier werk. Je levert feitelijk je levenslang of pensioenlange zekerheid in voor iets wat die zekerheid niet biedt. En dat is voor de medewerkers een te grote stap. Ja, ik dacht dat ik toch, maar goed, dat zal ik misschien verkeerd geïnformeerd zijn. Ik dacht dat het toch altijd een terugkeergarantie was. Dus als je dus dan desnoods een reguliere baan zou hebben, dat je dan mocht het na een jaar of vijf of zo niet succesvol zijn. Nee, een terugkeergarantie moet je wel afspreken. Dat is dus wel, dan is dat, of ik heb het toen de tijd verkeerd begrepen of het is gewijzigd. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar de grootste... drempel is eerlijk gezegd eerder, hè, dat je zo lang bij WDK gewerkt hebt en zo lang... Maar ja, dat is niet de grootste, dat is ook echt een drempel, wilde ik eigenlijk zeggen. Want het verbaast mij hoeveel mensen die gedetacheerd worden bij andere bedrijven. En dat zijn dan ook nog wel bedrijven die niet echt heel commercieel zijn op voorhand. Toch niet uiteindelijk dat kunnen volhouden of toch de druk te groot vinden. Dus ja, dat is er ook. Ja. Jammer, oké. Okay. Ja. En dan ga ik een stukje verder. Dan was het de groen voor WDK, hè? Dat het dus eerder altijd uitgevoerd werd door de WDK-mensen. Ik snap dat het waarschijnlijk een soort aanbesteding ding is, maar is er nog iets aan te doen om dat toch weer terug te krijgen bij WDK? Want eigenlijk in het verleden was het er altijd bij, maar is daar een reden voor? Nou, niet in ik denk dat de vraag meer bij ons thuis hoort dan bij de directeur. Oké, mag hem ook antwoorden hoor, meneer de wethouder. Daar komt collega Brongers net binnen en is het eigenlijk haar portefeuille, maar ik denk dat de vraag net half gehoord is. Ik kan hem ook beantwoorden. Wij hebben volgens mij 2 jaar geleden een contract afgesloten voor 10 jaar met een drietal bedrijven op voorwaarde dat zij een hele hoop mensen vanuit de SW zouden aannemen om het werk uit te voeren. Dus dit werk wordt nog steeds uitgevoerd door mensen met een SW-indicatie, maar nu niet meer met een WDK-jas aan, maar met een van de 3 aannemers die dit werk alsnog uitvoeren. En daar hebben wij een contract voor 10 jaar onder gelegd. Dus de komende 8 jaar zitten wij nog vast in deze bedrijven en dus ook hebben zij aan die kant de voorwaarden en hun kant de voorwaarden om daar nog steeds SW-medewerkers voor in te zetten. Voorzitter. Meneer Mellies. Als ik daar even op neer mag haken, wethouder. Wat is eigenlijk het voordeel van geweest dat wij, in plaats van dat wij dus onze eigen WDK-medewerkers aan het werk hebben in de groen, dat het gedetacheerd is om daarna dezelfde werkzaamheden te doen? Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat die bedrijven ook iets aan de strijkstok willen blijven laten hangen. Zijn we dan niet veel duurder uit dan dat we de mensen rechtstreeks door WDK de werk laten uitvoeren? Ik kan praten vanuit de gedachte van toen, ik kan praten vanuit hoe we er nu tegenaan kijken. Wij hebben als bestuur van WDK en als portefeuillehouder in Stadskanaal sta ik er ook achter inmiddels gezegd dat de groepsdetacheringen zoals die een aantal jaren geleden aangegaan zijn, niet meer op dezelfde manier zouden willen. Dat kent een aantal redenen. Een van de zaken die we 2 jaar geleden bedachten bij die groepsdetacheringen was dat het op dat moment eigenlijk een landelijke prikkel was van ga zoveel mogelijk mensen met het sluiten van de SW naar buiten brengen, naar reguliere bedrijven, want daar horen deze mensen thuis. Nou, op zich, dat is een hele mooie gedachte, zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk. En de kosten stegen daar niet bij. Wij dachten dat het ook dat zijn we nog steeds van overtuigd, dat is wel een positief bijeffect, dat wij lokale ondernemers daarmee
nou ja, goed aan het werk konden krijgen. Terwijl ze aan de andere kant ook nog de mensen met een arbeidshandicap aan het werk hadden. Inmiddels zijn wij erachter dat een aantal medewerkers van WDK, wat de directeur net ook omschreef, het toch moeilijk vinden om bij reguliere werkgevers aan het werk te zijn. Dat is toch net een andere wereld. En bij WDK komen dan een aantal mensen terug die daar een moeilijke tijd gehad hebben. Dat is nooit positief. En vervolgens wordt WDK gevraagd om wederom nieuwe mensen af te vaardigen, om die gaten te vullen. En dat zijn vaak toch de mensen die best wel wat kunnen. En daarmee verschralen we eigenlijk ook de mogelijkheden van WDK. Bestuur van WDK hebben gezegd van nou, we gaan uitzonderingen daar gelaten, niet meer heel actief inzetten op extra groepsdetachering. En dan zijn we toch weer terug op uw pakje. Sommige contracten lopen eerder. Als ik nog heel even mag, of ja, mag. Op dit onderwerp. Ik wou nog even inhaken op. Ik heb er een toegevoegde vraag aan dit detacheringsonderwerp. TDC-mensen worden ook gedetacheerd, hè? Maar dan zou ik daar ook zorgvuldig naar kijken om dat anders te organiseren. Ja, TDC-mensen, dat is een interessant fenomeen, want in het TDC komen alle mensen binnen die een baan zoeken. En we zoeken passend bij de werkzoekende een mogelijkheid om iemand aan het werk te krijgen. Het kan inderdaad zijn dat iemand een tijdelijk contract krijgt bij WDK. Het kan zijn inderdaad dat wij mensen binnen de BV van WDK detacheren naar buiten. Als dat op dat moment iemand werkervaring oplevert, de uitkeringslast vermindert en iemand kansen biedt, verder ontwikkelt. En daar hebben wij in onze verordeningen en naar de regels, behoorlijk scherp omschreven wat wel en wat niet kan. Dan vind ik dat helemaal geen rare constructie. Gaat u verder? Ik wil nog heel even op die detachering ingaan, want dat verschilt per gemeente. Want de gemeenten laten het werk, het groen werk, nog door ons uitvoeren. Sommige gemeenten, zoals Veendam en Menterwolde, nu Midden-Groningen, hebben het werk zelf overgenomen als gemeente, hebben daar een eigen stichting voor opgericht. En in deze gemeente is gekozen voor de constructie met ondernemers. Nou, op die constructies, dat is de eigen keuze van de gemeente. En dat is ook, nou ja, prima, niet dat ik erover ga, maar dat is op zich natuurlijk prima om daar een eigen keuze in te maken. Wat wij wel zien op dit moment is dat de tarieven die worden gehanteerd in die detacheringen nogal verschillen. En dat betekent concreet dat het verlies wat een detacheringscontract van één partner of één gemeente oplevert, door de andere gemeenten moet worden opgehoest. En dat onderwerp wordt met name door de gemeenten die betere tarieven betalen op dit moment neergelegd. En dat naast hoe gaat het nu eigenlijk met detacheringen ook een onderwerp om nog eens in het bestuur na te kijken. Mevrouw Schipper, u had nog meer vragen. Ja hoor, ja, dank u wel. Ik had nog even de vraag over zodat ze dan weer een dienstverband krijgen bij WDK. Dat noemde u net, van, hè, dat het dan mensen ook een dienstverband kunnen krijgen bij WDK. Hoe zit het dan met die dat er geen nieuwe instroom mag komen? Of was dat nou net... Bedoel je in de pilot? Sorry, bedoel je in de pilot? Ja, toen is het wel genoemd. Ja, kijk, je hebt de enige instroom die... Ik zat ook met, en dezelfde vraag heeft er ook mee te maken met de samenwerking met Doc 4. Ja. Dat ik dan zie van dat ze dus bij Doc 4 een bepaalde opleiding krijgen en daar dus niet geschikt worden geacht voor Doc 4 of direct geen werk hebben. Dat ze dan ook weer teruggaan naar WDK. Ik vind het allemaal een beetje... Of bij de, ja, nou ja, hier staat WDK. En dus ik snap het niet helemaal hoe dat nou precies zit met Doc 4. Maar goed, want op zichzelf zou dat een hele goede traject moeten zijn. En dan ook dat mensen dan ook in de techniek weer terug zouden gaan. Maar als het dan allemaal op niks uitloopt en ze komen allemaal weer terug bij WDK, dat is dan niet de opzet, dacht ik. Volgens mij is deze ook voor mij, want het gaat over Doc 4. De aansluiting met WDK die is op zich heel mooi te maken. Doc 4 is een bedrijf dat verschillende trajecten aanbiedt. En die beginnen allemaal met een test. Wij laten steeds meer... We hebben een contract gesloten met, ook samen met Veendam, met Doc 4, dat we 100 testen in een jaar doen. En aan de andere kant worden 16 banen gegarandeerd door Doc 4 in haar netwerk. Er zijn een aantal mensen die inderdaad een gedeelte van het traject van Doc 4 doorlopen. En dan blijken een langere tijd nodig te hebben om arbeidsfit te worden. Die mensen... is de bedoeling van dat ze een tijd bij WDK gaan werken.
om in het ritme te komen, om wellicht een aantal vaardigheden te leren, in het ritme, ja, arbeidsfit te raken, waarna vervolgens alsnog die uitstroom al dan niet via DOC 4 plaats kan vinden. Sommige mensen die bij DOC 4 uitstromen, of omdat ze alsnog niet geschikt blijken voor een baan in de techniek, komen via de TDC terug en dan kan het uiteindelijk ook weer bij WDK terechtkomen. Wellicht is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de mensen met een indicatie die bij WDK werken, bijvoorbeeld mensen met een SW-indicatie die daar eigenlijk bijna allemaal aan het werk zijn, al dan niet gedetacheerd, en de mensen, en dat is relatief nieuw en dat gaan we met die pilots nog meer doen, die gewoon niet die oude SW-indicatie hebben, ook niet die oude beschut werkindicatie, maar een andere doelgroep binnen de participatiewet, die van de infrastructuur van WDK gebruik maken om daar vaardigheden op te doen, te leren, of misschien inderdaad voor langere tijd aan het werk te gaan, als dat inderdaad past bij hun capaciteiten en talenten. Ja, en dat dienstverband is een tijdelijk dienstverband van een half jaar, en dat kan inderdaad niet instroom in de SW-voorziening zijn, dat moet in de BV, die onderdeel is van WDK. Dus dat is daar het antwoord op. En het tweede is ook nog wel even belangrijk om te melden dat DOC 4 en WITEC met name fijnmetaal werk is. Terwijl bij WDK meer het grofmetaal wordt uitgevoerd. Dat is ook een wat minder complex. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een andere doelgroep. Dus dat betekent niet dat mensen die bij WITEC of DOC 4 niet kunnen doorstromen, niks kunnen. Maar misschien net een niveautje lager in dat werk. En dat werk hebben wij, daar zouden wij ze in kunnen opleiden, wel een kans krijgen. Oké, goed. Nou, meneer Mellies, lokaal betrokken. Volgens mij. Oh, sorry. Ja, dan even Ira Waanhaak. Even voor mijn beeldvorming. Even een vraag richting de wethouder. Het is natuurlijk mooi dat die mensen dan geactiveerd worden richting dat soort bedrijven zoals DOC 4. En straks in de pilot waarschijnlijk ook in de hout en je hebt nog een paar schoonmaak. Het is dus leuk dat die mensen dan geactiveerd worden daar een vak leren. Maar even heel stellig. Draaien die mensen daar op productie? En zo ja, krijgt de gemeente daar een vergoeding voor? Draaien die mensen productie? Als wij mensen mee laten werken, dan kan het gebeuren dat ze inderdaad meedraaien in de productie, ja. En daarmee wordt een gedeelte van de kosten die wij maken gedekt. En daar maken wij geen winst op. Laat ik dat ook maar heel scherp zijn. Want dat is meestal wat er vervolgens gezegd wordt. Ja, de gemeente maakt winst met die mensen. Nee, uiteindelijk betaalt. Ja, u heeft de prijs gezien voor 7000 euro per kandidaat. Dat is wat wij inleggen voor mensen om een gedeelte van de opleiding te volgen. Overige kosten wordt inderdaad soms gedeeltelijk gedaan doordat die mensen ook wel wat uit hun handen krijgen. Ja. Mevrouw Schipper. Ik heb nog één vraag. En dat was dat ging over dat ze dan een half jaar een werken hebben met behoud van uitkering en na een half jaar een tijdelijk dienstverband en maximaal duur is een jaar. Dus, en dan? Uitstroom. Ja. En ja. En dan gaan ze gewoon weer terug in de... Nee, uitstroom naar werk. Daar gaan we voor, ja. En als ze dan nog wat langer moeten blijven omdat het nog niet lukt of omdat het nog net niet op niveau is, dan blijven ze wat langer. Maar in principe hebben we gezegd een jaar. Kan maximaal met een half jaar verlengd worden. Maar de bedoeling, en daarom selecteren we ook na de eerste ronde. Dat we echt zien, ze kunnen het en ze willen. De doelstelling is uitstroom naar regulier werk. En we hebben afgesproken dat we 50% van die tweede half jaar, zeg maar, doelgroep willen gaan realiseren. Dat is de bedoeling. Dat is een lovenstreven. Nou, ik hoop het. Ja, dat is het zeker. Oké, dank u wel. Dat was het. Meneer Mellies, lokaal betrokken. U wilt ook een aantal vragen. Of misschien maar één, ik weet het niet. Even over het productiewerk. Bijvoorbeeld de impact werkzaamheden. Ja. Als wij die pilot straks gaan uitwerken, is er voldoende productiewerk nog voorhanden van die bedrijven extra dan wat we nu al hebben? Ja, nee, wij zeggen eigenlijk gedurende het jaar heel vaak nee. Dat we het niet aankunnen. We kunnen echt veel meer werk. We krijgen veel meer werk dan we aankunnen. Mm-hmm. Goed, dat is leuk om te weten. Ja. Dan even over de uitstroom van de leidingen. De leiding die stroomt uit doordat ze met pensioen gaan, ik weet niet. Is het trouwens wel de bedoeling dat wij die leiding straks gaan vervangen met mensen uit ons eigen bestand aan werkzoekenden? Als daar kandidaten zitten die voldoen aan de eisen. Wordt in eerste instantie gezocht uit onze eigen kaartenbak, zeg maar even.
Als er kandidaten zitten die voldoen aan de eisen. Ja. Ik werd even afgeleid, sorry, kunt u één vraag... Nou, is dat ook politiek? We hebben straks, ja, nou inderdaad, er was ook een vraag meer voor de wethouder. De leiding, bepaalde posities die stromen uit, doordat ze met pensioen gaan, wordt in eerste instantie wel eerst gezocht in onze eigen bestand aan werkzoekenden. De vervanging van de leiding. Wethouder Hamster. Zo scherp hebben we nog niet geformuleerd, maar ik kan me niet anders voorstellen dat we dat wel gaan doen. Nou, kijk eens aan. Als ze voldoen aan de eisen. Ja. Er wordt gezocht. Er wordt, ja. Nee, kijk, niet dat ik het, dit is voor mij geen politiek item. Voor mij is het belangrijk dat de leiding van de organisatie de groep mensen die wij in dienst hebben kan begeleiden en leiden. En met name bij detacheringen blijkt hoe ingewikkeld dat is. Dat is echt niet even iemand die denkt, kom, ik ga eens even een groepje van WDK leiden. Daar moet je echt en de kunst van leiden en begeleiden voor verstaan. Ik stel vast dat onze huidige leiding op een aantal punten niet voldoet aan de eisen die ik nu zou stellen. Dat is wat anders dan toen. Dus voor mij, en niet alleen voor mij, maar vooral voor de doelgroep is het van groot belang dat we mensen binnenkrijgen die leiding kunnen geven, waardoor die groep de juiste begeleiding en het juiste werk kan blijven houden. Dat is voor mij een criterium. En daarom roep ik ook steeds, als ze voldoen aan die eisen, graag. Maar kwaliteit is een item. Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter, ik heb een paar vragen voor mevrouw Kalsbeek. Drie scenario's. Geleidelijke afbouw, dus dat is gewoon, zeg maar, gewoon langzaam mee stoppen. Ja. Niets doen. Nou, er is nog nooit iemand beter van geworden, niets doen. Dus dat derde alternatief, dat is wel eigenlijk wat ook heel noodzakelijk is om het te doen. En u evalueert na anderhalf à twee jaar wat het resultaat is. En ja, het is mooi dat wij daarover geïnformeerd worden. En dan heb ik een paar vragen. En eigenlijk willen wij niet op uw stoel gaan zitten. En ook niet op de stoel van de wethouder. Dus u bent het bestuur en u bent de directie. Waar ik even van schrok was, dat u zei, ja, het is wel allemaal een verouderd zootje. Dat woord gebruikt u niet, maar er moet ook nodig iets gebeuren. Nou hadden wij altijd, dacht ik, de indruk dat de directie die vertrokken is, nog maar recent trouwens, dat die geweldig functioneren. En die werden overal in dit land of in de regio gevraagd. Maar ja goed, ik ben zelf ook oud, dus jongeren pakken dat anders aan. Oh. Dank je. Maar het is toch allemaal wel goed gegaan tot nu toe. En mijn eerste vraag is eigenlijk even, die loonkostensubsidie die blijft, en dat is natuurlijk toch een heel belangrijk punt. Laten we dat maar gewoon zeggen, dat de Kamer nu besloten heeft dat dat blijft, dat is voor WDK en voor anderen heel goed. Mijn vraag is dan, die ik eraan koppel, er is nu ook nog een discussie over mogelijkheden van nieuwe instroom. Want wij hebben natuurlijk allemaal een warm hart voor WDK, en niet omdat ik er nou persoonlijk tegenover woon, maar wij hebben er allemaal een warm hart. En voor, ook voor deze mensen moet er perspectief zijn. Alleen, ja, het heeft wel zijn grenzen in kosten. Kunt u nog eens iets over dat voorstel van die instroom daar iets over zeggen? Want dat is toch ook een heel belangrijk punt. De derde vraag is, ik heb u niks horen zeggen over het standpunt van gemeente Westerwolde. Ja, Borger O'Doorn. Want dat heeft natuurlijk, heeft dat nou ook consequenties? U moet natuurlijk hele goede afspraken maken als zij ermee stoppen. Hoe gaat het met de financiering en de verantwoording? Maar dan gaan we op uw stoel zitten, dus dat doen we niet. Maar het is toch wel heel bijzonder dat zij de poot stijf houden. Dus daar mag u ze nog wel even op wijzen. En dan verder die rituals. Kijk, u hebt zoveel werk, u moet zelfs werk afzeggen. En als u nou mensen, zeg maar, leiders, werkleiders, managementleden, ze staan allemaal met getallen in uw notitie, in uw koersdocument. Als daar nou hogere eisen worden gesteld, dat is heel normaal, want dat is zo in deze wereld. Dat geldt voor ieder productieproces, er worden uiteraard eisen gesteld en die worden hoger.
Maar dan kan ik mij zo voorstellen dat de eisen niet ten laste komen van de producent, maar dat die ten laste komen van de consument. Daar bent u toch mans genoeg voor om daarin goed te onderhandelen, neem ik aan. Ik bedoel, meer kosten op hetzelfde product, dat zal zijn uitwerking moeten hebben naar het eindproduct. De vraag die je daaraan kunt koppelen, hebt u nou ook concurrenten voor dat werk in de reguliere sector, om het zo maar te zeggen? Volgens mij niet. Volgens mij bent u uniek. En zou u dus, als er eisen aangescherpt kunnen worden, zou dat eigenlijk niet zoveel geld moeten kosten. De voorzitter, dat zijn een aantal vragen waarbij een hele belangrijke vraag is, zegt u toch nog eens iets over die samenwerking met de andere gemeenten. Want ik denk dat u, wij denken, ik spreek nu even namens de fractie, dat u een goede aanpak kiest. Wij moeten daar nog een besluit over nemen, maar het moet allemaal wel lukken en het is toch heel erg spannend hoe het gaat. Ja, dat is het. Mag ik eerst iets zeggen over mijn voorganger? Want met mijn analyse van het bedrijf heb ik geen oordeel willen vellen over de kwaliteit. Wie zou ik zijn om dat te doen? Over mijn voorganger. Maar ik stel wel vast dat de periode waarin ik eigenlijk aangetrokken ben, precies de periode is geweest waarin de nieuwe wet was aangenomen, waarin de instroom is gestopt en waarin de subsidie is gedaald. Dus de omstandigheden die ik aantrof hebben te maken met het feit dat er veel minder middelen beschikbaar waren dan in de periode daarvoor. Dus dat wil ik even opgemerkt hebben. Natuurlijk zou een koers, wat mij betreft, een koers moeten zijn, niet alleen voor anderhalf jaar, maar voor altijd. Want als ik niet een groot voorstander van de koers zou zijn, dan zou ik hem niet willen voorstellen aan het bestuur. En dat heb ik gedaan. Ik denk dat de toekomst van WDK niet zozeer om in stand te blijven, maar vooral ook om ook voor de huidige doelgroep SW goede ontwikkelingsmogelijkheden te houden, echt de koers moet zijn voor de toekomst. Mag ik even interruperen? Dat heb ik ook niet gezegd, dat is heel normaal voor de directie. Maar het is natuurlijk goed dat het bestuur, want het is toch een ombuiging van de koers, het is een volledig nieuwe aanpak, dat het bestuur precies wil weten hoe het allemaal loopt. Ja, dat lijkt mij ook. Dat is toch, maar het is niet een volledig. Ik ben het toch wel eens met het bestuur. Ja, ik zeg het niet dat ik het niet mee eens ben, maar u stelde een paar vragen aan mevrouw Kalsbeek en volgens mij ben ik dat. En u vroeg, de koers is anderhalf jaar, ga ik even op in. De andere gemeenten, met name Midden-Groningen en Borgerodoorn, zijn een voorstander van die koers. Dat wil niet zeggen dat ze op alle fronten net zoveel deelnemen als Veendam en Stadskanaal, omdat de hoofdafnemers zijn feitelijk. Maar dat komt ook vooral omdat ze natuurlijk participeren in een ander leerwerkbedrijf, zoals MCO en BWRI. Maar ze zijn een groot voorstander. De gemeente Westerwolde heeft een nadrukkelijk besluit genomen dat zij gaan voor de doorontwikkeling van haar veer. En daarmee vraagtekens hebben bij de doorontwikkeling van WDK. En ook of ze willen blijven participeren in het bestuur. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Ze gaan ook uitrekenen wat het financieel betekent. Want dat is de situatie waar we op dit moment in zitten. Ze hebben wel aangegeven, heel nadrukkelijk, dat de medewerkers van hun gemeente, die bij ons werken, daar ook mogen blijven. Dus voor daar hoeven we. En dan onder voorwaarden zoals die bij WDK worden vastgesteld. Ja, daar kun je niks op tegen. Voorzitter. Meneer Iderma, SP. Zijn de medewerkers die in de gemeente Stadskanaal of gemeente Veendam werken? Of ook in Ter Apel? Ja, Ter Apel. Voornamelijk eigenlijk. Ja, nou, het zijn gewoon alle inwoners van de gemeente Westerwolde die bij WDK werken. En het grootste deel werkt in Ter Apel. Ja. Maar dan begrijp ik ook niet, want ik heb het zinnetje ook gelezen dat Westerwolde niet wil aansluiten bij de leerbedrijven de nieuwe koers. Ja. Dat hebben ze nadrukkelijk gezegd. Ja. Hoe verhoudt zich dat, want dat vraagt meneer Mazing ook, hoe verhoudt zich dat met de vestigingen in Ter Apel bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, de medewerkers van die gemeenten blijven daar gewoon werken. Blijven ook gewoon in dienst van WDK. En ze hebben niet uitgesloten dat ze incidenteel wel gebruik willen maken van de leerwerktrajecten voor hun deelnemers, maar dan op basis van een inkoopcontract. Dus niet als onderdeel van een koers waar ze mee willen instemmen. Maar voorzitter,
Beter is het dan zo, dan weten we ook alles. Kijk, als er dan een, als ik u nou goed begrijp, mevrouw Kalsbeek, dan zou het niet zo zijn. Ze kunnen met een aantal mensen wel meedoen die er op dit moment zijn. Maar als er dan uiteindelijk verlies wordt geleden, participeren zij niet in het verlies. Daar draait Veendam en Stadskanaal draaien daarvoor op. Is dat juist? Nee. Kijk, als een gemeente zou willen uittreden, dan moet ze daar overeenkomen met de andere gemeenten die onderdeel uitmaken van dat bestuur. En die gemeenten kunnen bepalen dat nog voor zo lang een te verwachten verlies, en dat kun je uitrekenen, ook de prijs zal zijn die deze gemeente moet betalen. Ja. Brexit, heel goed. Goed. Meneer Pals. D66. Ja, mevrouw Kalsbeek, dank voor uw bijdrage. Wat mij een beetje triggert in uw verhaal is, u heeft de hele avond over de pilots. En dat is natuurlijk, ieder bedrijf die in ontwikkeling is, heeft een pilot. Heeft u ook een risicoanalyse gemaakt van deze pilot? Ja. En gaat u dat ook met ons delen? Ja, die is er niet. Nou, dan... Is dat niet een... Is dat niet een vraag? Nou, dat is een beetje korter de bocht. Dat begrijp ik ook wel. Het is een korte vraag. Nou ja, woord. Nee, precies. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar het is natuurlijk wel een gemeenschappelijke regeling. Het is nog een gemeenschappelijke verantwoording. Wie weet wat de WDK, wat de gemeente moet betalen als gemeenschap. Ja. Dat doen we natuurlijk graag. Maar ik vind als je een pilot start, vind ik ook dat je eerlijk moet zijn over de risico's van het pilot. Want ja, stel dat de pilot niet lukt. Ja. Wat dan? Dan moet je daar toch een analyse en een ja, maar ik heb ook niet gezegd dat ik die niet gemaakt heb. Die is wel degelijk gemaakt. Mijn analyse is juist andersom. Als, en dat was ook een van de drie scenario's. Als we niet investeren in WDK, niet in leiding, niet in doorontwikkeling enzovoort enzovoort, dan zie ik de kosten oplopen. Alleen al om nog te blijven bieden wat je biedt. Want ik neem een voorbeeld. Wij doen nog een aantal groenwerkzaamheden, maar het aantal mensen die dat kan doen, neemt af. De leiding neemt af. De machines worden verouderd. En ik kan eigenlijk nauwelijks investeren met de huidige middelen die er zijn. Dan moet ik opnieuw een beroep doen op de middelen van de gemeente. Dus al met al kalft de kwaliteit een beetje af. Mijn analyse is dat op het moment dat andere mensen instromen met een andere kwaliteit dan die wij in huis hebben, niet voor altijd, maar gewoon voor één periode van één jaar in een pilot of mogelijk anderhalf jaar, die kwaliteit van die werkzaamheden weer op peil kunnen brengen, terwijl ze de vaardigheden leren die zij nodig hebben om uit te stromen. Mijn analyse is dus het financiële risico van niks doen groter is dan een pilot draaien. En als na anderhalf jaar blijkt dat deze mensen niet uit de bijstand uitstromen, dan zitten ze in de bijstand zoals ze er nu ook in zitten. Dus je kan alleen maar winnen, is mijn analyse. Okay. Mag ik dan de conclusie trekken dat u koerst op instromers, hè, die TDC'ers, dat soort mensen die dan het resultaat, die dan het succes van de pilots bepalen? De kwaliteit van de instroom? Ja. Ja. Nou ja, mensen worden dus ja, de kwaliteit en vooral ook de motivatie. Want ik denk dat mensen die gemotiveerd zijn heel veel kunnen. En dat zal dus echt bepalend zijn voor het succes. Ja. Dus u zoekt het eigenlijk bij andere, nieuwere mensen? Ja. Maar dan zitten er nog steeds 1750 mensen? Ja. Die kwaliteit er blijkbaar niet hebben? Nou, binnen ons bedrijf zijn op dit moment een aantal mensen die ontwikkeltrajecten lopen. Dat zijn mensen die er veel korter zijn. Ik geloof dat daar ook veel meer ingezet moet worden op uitstroom. Dat is echt iets wat wij beter moeten doen dan dat we in de afgelopen jaren gedaan hebben. En de medewerkers van WDK die wel willen uitstromen, dat gebeurt ook nog best vaak. Maar dan gebeurt het in de vorm van individuele detacheringen. Dus als mensen het kunnen en willen, zijn wij echt de eerste om dat voor elkaar te brengen. Want wij zien ook, dat moet ik ook zeggen, dat sommige groepen, maar ook individuen bij andere werkgevers veel meer kansen krijgen dan dat wij ze kunnen bieden en daar echt van opfleuren. Dus dat is iets wat je zeker zou wensen. En dat gebeurt ook. Alleen, dat heb ik net uitgelegd, uit dienst gaan is een wat te grote stap voor ze, maar gedetacheerd zeker. We hebben een volgende vraag aan u, want dat triggert me ook. Dat is dat niet kostendekkende detacheringstarieven. U heeft al aangegeven, er wordt nog een punt van bespreking in het bestuur. Tenminste, dat heb ik dan begrepen uit uw woorden.
Hoe ernstig is het dat u een niet kostende detacheringstarief heeft? Ik bedoel, gaat iedereen gedetacheerd worden tegen elk tarief? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Want dit is een kostendekkend tarief dat is voor een beetje het verlengde wat meneer Maas. Ja. En een kostendekkend tarief is heel eenvoudig. Voor een medewerker van WDK is op dit moment ongeveer 10.000 euro. En dan heb ik meegerekend de stijging van de kosten. En dus de daling van subsidie die wij in de afgelopen jaren hebben gekregen. De detacheringstarieven variëren op dit moment tussen 6 en 9 per medewerker. En als dat elke gemeente dat ongeveer hetzelfde zou doen, dan is er ook geen verschil. Hè? Dan draag je eigenlijk met z'n allen het verlies op dezelfde manier aan bij. Het enige wat voor mij en ons bedrijf dan een punt is, dat wij de verliezen moeten presenteren, terwijl we op dat deel geen invloed hebben. Mijn laatste vraag, voorzitter, is. Wij vissen met z'n allen hier in Oost-Groningen in dezelfde vijver. Hè? Helaas Afeer en we hebben WDK, dat zijn twee afzonderlijke organisaties geworden. Is er ook overeenstemming over tarivering en dat soort dingen? Zijn we elkaars concurrenten geworden? Vissen we in dezelfde vijver en gaan we voordringen of voorsorteren of dat soort? Want ik kan me voorstellen vanuit bedrijfsleven redeneert, dat als je de beste mensen krijgt, ga je het beste bieden. Ja, de werkzaamheden van Afeer en WDK die verschillen nogal van elkaar. Ze zitten in een andere sectoren. Afeer zit bijvoorbeeld meer in de voedsel waar wij helemaal niet in zitten. Het is wel zo dat natuurlijk met het ontstaan van een nieuwe Afeer en een nieuwe directie wij samen ongeveer elke maand bij elkaar komen om die ontwikkelingen uit te wisselen, omdat wij ook wel begrijpen dat concurrentie in zo'n gebied niet wenselijk is en we dus ook zoeken naar manieren waarop we kunnen samenwerken. Maar we concurreren eigenlijk, en dat is ook een beetje de onuitgesproken gedragscode tussen SW-bedrijven. Als jij een vaste klant hebt waar jij het werk voor doet, dan zal een ander daar nooit tussen gaan zitten. Ja. Goed. Ja. Praten we ook niet over. Ik heb nog een aantal mensen die wat vragen willen stellen. En gezien de tijd denk ik van dat we even door moeten gaan. Meneer Tamsma, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb er nog eentje over. Dus voor succes van de pilots en ook voor een eventuele grootschalige uitrol is samenwerking met toekomstige werkgevers van groot belang. Ja. Hebben we daarvan voldoende in de gemeente, in de regio? Hoe ziet u dat voor zich? Ja, wij hebben in de regio best wel veel bedrijven in de sector waarin wij werken, waar we voor werken. Want wij kunnen natuurlijk nooit een eindproduct afleveren. Neem bijvoorbeeld even metaal. We hebben de regionale bedrijven die hier zijn, daar maken wij eigenlijk een deelproduct voor. En diezelfde werkgevers zijn ook ons aanspreekpunt als het gaat over waar hebben jullie behoefte aan, waar moet iemand over, welke vaardigheden moet iemand kunnen om door jullie aangenomen te worden. Dat er een behoefte is, zowel bij metaal en houtbouw. Maar ook in schoonmaak en zorg. En dat het eigenlijk alleen maar gaat groeien, dat staat wel vast. En daar zijn best veel organisaties, schoonmaak ook, maar zorg natuurlijk ook, grote organisaties die mensen nodig hebben. Het gaat ook niet zozeer over aan de ene of andere kant te weinig is, maar het gaat ook heel erg over de match tussen wat zij nodig hebben en wat wij de gemeenten te bieden hebben. Dus met name daarop hebben wij overleg. Dus al die pilots hebben wij ook gemaakt en van tevoren overleg gehad met de werkgevers van wie wij verwachten dat deze mensen straks in dienst kunnen komen. Goed. Meneer Irema, SP. Ja, eigenlijk zijn er mijn vragen ook al beantwoord. Ik vond een prima uiteenzetting. Ik heb nog wel een suggestie. Kijk, nu het bedrijfsleven behoorlijk is aangetrokken en dat veel werk wordt geweigerd, misschien moet je de kostprijs wat mogen doen. Ja, dat zijn we ook aan het doen. Okay. Ja. Dank u wel. Meneer Biezen, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had wel de arm omhoog, hoor. Maar u keek even die kant op. Dus ja. Maar hoe komt u daarbij dat u uw arm omhoog had en ik sluit niet eens over? Dus ik bedoel, het gaat helemaal goed, volgens mij. Ieder wacht op zijn beurt. Even naar documenten, voorzitter. Dank voor het duidelijke koersdocument. Ja, u hebt daar aan meegewerkt en is goedgekeurd door het bestuur. Ik moet zeggen dat het helder geschreven is en dat er een duidelijke visie en scenario's in staan.
waar wij denk ik wel iets mee kunnen. Ik heb een vraag over het ziekteverzuim. Ik loop al een tijdje mee in deze raad en elk jaar komt het ziekteverzuim van WDK voorbij. Ik heb even gekeken naar het gemiddelde ziekteverzuim bij SW-bedrijven. Die ligt zo tussen de 11 en de 13%. Ja. WDK scoort 16-17 met pieken van 25%. Ja. Ik heb ook al vaak gehoord van we maken plannen om dat ziekteverzuim naar beneden te brengen. Wat gaat u nu als nieuwe directeur anders doen om dat ziekteverzuim bijvoorbeeld eens naar het gemiddelde van tussen de 11 en de 13% te krijgen? Dat is mijn vraag. Allereerst, er is niet alleen krapte op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder bij arbeidsdiensten en bedrijfsartsen. Het is voor ons in het afgelopen jaar dat ik er ben onmogelijk gebleken om de bedrijfsartsenbezetting op peil te krijgen. We hebben zelfs buiten het bedrijf waar wij het van afnemen moeten gaan om, en ook nog in een bijzondere constructie, om gewoon een bedrijfsarts te hebben. En waarom is dat zo belangrijk? Een medewerker die zich ziek meldt, moet wachten op de afspraak met de bedrijfsarts. Dat staat soms 10 weken tussen. Ja, dat betekent dat ziekteverzuim. Ja, het ziekteverzuim al oploopt alleen al door de wachttijd. Dus dat is één ding. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een construct dat heet de verlengde arm. Dat was niet mijn voorkeur, maar er moest gewoon wat gebeuren, waardoor mensen weer meteen, als ze zich ziek melden, aan het werk komen. Maar ja, contracten lopen dit jaar af. Ik heb een aanbesteding de wereld in gestuurd. En van de 3 partijen die we uiteindelijk wilden kiezen, hebben we uiteindelijk 1 partij gekregen die zich aanmeldde en ook nog met onvoldoende formatie. Dus ik heb opnieuw een probleem. Ik kan de aanbesteding niet doorzetten, want ik kan gewoon niet kiezen. Dus dat is echt een groot probleem. Dat is 1. 2. Ik heb het gehad over de kwaliteit van de leiding. Ik heb een heel verslag gelezen over een project wat wij doen in een van onze onderdelen. En er blijkt dat ziek worden eigenlijk ook gebruikt kan worden als een middel om te laten weten dat je het niet eens bent met wat de leiding tegen jou zegt. Want als je ziek bent, dan... Hè? En als je goede leidinggevende heb die dat gesprek goed kan voeren, dan heb ik er de overtuiging dat dat minder ziekteverzuim gaat leiden. Dat is voor een deel van onze SW-leiding heel erg moeilijk om dat te doen. Derde, en daar zijn we ook mee bezig, is gezondheid en voeding en leefgewoonten. Die spelen natuurlijk ook absoluut een rol in ziekteverzuim. We hebben een project opgestart dat heet Voel je goed, waarin we aandacht besteden aan hoe mensen zich voelen, aan alfabetisering, want ook dat is natuurlijk een onderwerp wat dat kan bepalen, en aan goede voeding en aan sport. Dus, en wij dachten, voel je goed, nou dat zegt het project waar ze bij ons gaan roepen, nou, wat is dat allemaal voor onzin? Maar nee, het bleek echt een hartstikke groot succes en mensen die deelnemen vinden het heel erg leuk om dat te doen en ook om er aandacht voor te hebben. Zo ga ik de kantinevoorzieningen gaan bij, nou ja, kortom, project ziekteverzuim. Ik weet niet wat anderen beloofd hebben. Ik heb in ieder geval het idee dat we dat zeker kunnen terugbrengen. Ik zou al heel blij zijn als we eerst eens naar de 15% zakten. Maar het is niet een knopje. Het is echt een heel groot traject. En we krijgen in september, nou dat moet dan volgende week zijn, het rapport van de groep die ik daar nu eerst opgezet heb. Daar zat de bedrijfsarts ook in. En ik hoop dat daar een aantal maatregelen uitkomen die ik kan doorvoeren. Ja, voorzitter, een duidelijk antwoord. Ik vind het goed dat u de mogelijkheden oppakt. En die arbo-dienst, nou daarvan zeg ik van, dat moet toch niet kunnen. Ja. Dat mensen 10 weken ziek kunnen zijn voordat ze een bedrijfsarts zien. Maar dat even terzijde. Ja. Dat is misschien ook een opdracht voor de wethouder om daar dus goed naar te kijken samen met u. Ja, volgens mij stelt u net helemaal de vraag aan de juiste persoon. Ja. Ja, maar u hebt ook nog wel eens wat invloed, toch, of niet? Voorzitter, dank voor het antwoord. Ik heb nog 1 vraag en dat gaat over de niet-capabele werkleiders. Ik neem toch aan dat die werkleiders die niet met pensioen kunnen, dat die niet achter de geraniums terechtkomen. Nee, absoluut niet. Ik heb ook het alleen, mensen blijven ook gewoon in hun functie en we gaan ook proberen ook wat ondersteuning ernaast te zetten, bijvoorbeeld trajectbegeleiders, als er andere vaardigheden nodig zijn. Ik heb het alleen maar niet willen benoemen om de aandacht erop te vestigen, maar om te laten zien dat als we een doorontwikkeling maken, dat we daarin zullen moeten investeren.
Maar deze mensen blijven in principe, tenzij het echt niet anders is, en dat gebeurt ook wel eens, dan gebeuren er dingen die niet kunnen, maar anders blijven ze gewoon in functie. Ja. Goed. Dank u wel. Graag gedaan. Volgens mij hebben wij als raad uw nieren geproefd. Ja, dat geloof ik ook, ja. Bedankt voor de uitleg en de beantwoording van alle vragen. Nog iets toe te voegen? Ja, volgens mij staat voor eind volgende maand het koersdocument op uw raadsagenda, dus dan praten we verder. Dank voor nu. Prima, dus het wordt vervolgd. Ik stel voor dat we even een korte schorsing hebben. Het is nu 9:15. 9:05 zijn we hier weer. Dan krijgen we dan de politieprioriteit. Dan kunnen we ondertussen even wisselen van plaats. 9:05 beginnen we weer. 9:05. Als iedereen weer plaats neemt, gaan we verder met de vergadering. Goed, ik heropen de vergadering. Ik meld dat meneer Tamsma de vergadering verlaten heeft. Die had andere prioriteiten op dit moment. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw De Jonge, de portefeuillehouder van de politieprioriteiten. Dank u wel, voorzitter. Fijn dat ik hier in uw midden aanwezig kan zijn en bijzonder dat ik gelijk een onderwerp heb. Gelukkig heb ik wat hulp in de vorm van Djoeke Vogel. Die zal de inhoudelijke presentatie verzorgen van de beleidsprioriteiten van de politie 2019 die aan u zijn voorgelegd. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb even zitten goochelen van hoe moet ik dit stuk nu zien in relatie tot het integrale veiligheidsbeleid van Stadskanaal. Ik weet niet of u het allemaal helder op uw netvlies hebt, maar dat is dit document wat loopt van 2015 tot 2018. Dus hoe passen daar dan deze beleidsprioriteiten in? Het antwoord is eigenlijk, dat klemt een beetje. Er is een regionaal beleidsplan, dat is ook gemaakt voor 2019, dat is net klaar, maar dat is voor 1 jaar en daarna gaat het in de normale cyclus van het regionale beleidsplan en die loopt dan van 2020 tot 2024. En in overleg hebben we besloten, de politie en gemeente, dat wij met ons integraal lokaal veiligheidsbeleid in pas willen lopen met dat regionaal beleidsplan. En dat wil zeggen dat als procesvoorstel aan u wordt voorgesteld in aanvulling op het raadsvoorstel, dat we het bestaande integraal veiligheidsbeleid met 1 jaar verlengen. Dat is dus het kader. Binnen dat kader wordt aan u voorgesteld om de beleidsprioriteiten vast te stellen. Dat is het raadsvoorstel zoals u dat heeft ontvangen. En dan gaan we vanaf volgende periode in pas lopen met het regionaal beleidsplan. Heeft het voordeel dat we het regionaal kader kennen waar we lokaal in moeten passen. En heeft daarnaast het voordeel dat we wat meer tijd hebben om met u te bekijken hoe we in dat veiligheidsbeleid maximaal de samenwerking ook met de zorg kunnen opzoeken. Wij hebben dan 1 jaar de tijd om het meerjaren veiligheidsbeleid vast te stellen. Dus dat zullen we nog op papier zetten, maar dat wordt het aanvullende procesvoorstel. En dan weet u ook wat beter waar u nu naar zit te kijken. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Vogel. Dank u wel. Ik ben Djoeke Vogel, ik ben werkzaam als operationeel specialist bij basisteam Ommelanden-Oost, waar onder andere gemeente Stadskanaal onder valt. Nou, als operationeel specialist ben ik onder andere verantwoordelijk voor de politierapportage die 1 keer in de 4 maanden verschijnt. En waarin wordt teruggeblikt op de veiligheidsprioriteiten binnen de gemeente, waarin de politie een beeld geeft vanuit haar vizier, zeg maar, op de veiligheid in de gemeente. En waarin we uitleggen, wat hebben we gedaan en wat is onze blik op de toekomst en daarin geven we 1 keer in het jaar u een advies als gemeenteraad op het gebied van veiligheid. Ik zou graag willen beginnen met de landelijke veiligheidsprioriteit om even een beeld te schetsen van waar valt het nu in, zeg maar, waar we het over hebben.
Nou, van landelijk gaan we naar regionaal en uiteindelijk naar lokaal. En dat zijn inderdaad de veiligheidsprioriteiten die in de voorgaande jaren zijn gehanteerd. En op basis daarvan geven we een advies voor 2019. Nou, van landelijk naar lokaal. Ik heb het net al aangegeven. Inderdaad is net een nieuw beleidsplan vastgesteld. De landelijke prioriteiten op dit moment zijn cybercrime, fraude, kinderporno, ondermijning, afpakken en high impact crime, waaronder jeugdcriminaliteit. Nou, high impact crime, het woord zegt eigenlijk al feiten die een grote impact hebben op de maatschappij. Ook woninginbraken vallen hier bijvoorbeeld onder, veel geweldsfeiten. Nou, landelijke prioriteiten richten zich op overkoepelende criminaliteit. Die zijn minder specifiek en meer algemeen, zodat daar regionaal en lokaal invulling aan kan worden gegeven. Nou, de regionale veiligheidsprioriteiten zijn dus vastgesteld, zoals de burgemeester dat zei, in juli 2018. Die zijn voor 2019, dat is een uitzondering op de regel. Nou, dit zijn de regionale beleidsprioriteiten die vastgesteld zijn voor 2019. Jeugd en veiligheid, geweld, woninginbraken, grootschalige incidenten en evenementen en georganiseerde criminaliteit, waaronder ondermijning. Dus dit is voor Groningen, Friesland en Drenthe vastgesteld in het RBPO. En dit zijn de lokale prioriteiten die van 2015 tot 2018 door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de gemeente Stadskanaal. Die zijn nu, als het goed is, bekend. Nou, en over deze... Meneer Iedema, u heeft een dringende vraag. Nou, vindt u prettig dat ik tussendoor vragen stel of achteraf? U mag wel, van wat mij betreft, wel tussendoor vragen stellen, hoor. Dat is geen probleem. Ik hoor de andere geluiden niet. Ja. Ja, goeie vraag. Ik had daar inderdaad niks over gezegd. Heeft u momenteel een vraag? Nee. Als u is in de zin van u allemaal. Ja, dat is geen uitzondering voor meneer Iedema. Zegt u het maar. Over alcohol en vooral alcohol heb ik het even over. Ja. Hoe handhaaft u dat? Dan geef ik even het woord aan mijn teamchef Jos Bruining. Hij ondersteunt mij bij deze presentatie. Wij doen onderzoek naar criminaliteit in Stadskanaal. En wij gaan altijd onderzoeken of een van de oorzaken gelegen is in het gebruik van alcohol of drugs. En dan met name gekoppeld aan de jeugdproblematiek. Dus niet zozeer de aanpak van alcohol, dat zit meer in de preventieve sfeer. Daar maken wij veel gebruik van voorlichting op scholen. Maar we doen dat ook samen met onze ketenpartners, samen met de gemeente, met bijvoorbeeld een stapotheek Fox. Waar we georganiseerde acties mee organiseren. Maar met name als het gaat om het monitoren, doen we dat veel in de onderzoeken. En we proberen echt uit een sociaal verhoor te horen te krijgen van of daar een probleem onder zit. Dus als daar alcohol, gebruik, misbruik in de huiselijke sfeer bij zit, dan proberen we dat naar boven te krijgen. En dat ook wel te delen met onze ketenpartners. Ik bedoel, vraag meer van het handhaven bij de openbare gelegenheden, hè? De cafés en discotheken en dergelijke. Hoe wordt daar wel gehandhaafd? Want dus de laatste twee weken zijn er vrij ernstige incidenten geweest op Stadskanaal. En ik meen dat er ook alcohol in het spel was. Ja, daar kan ik wel bevestigend op antwoorden. Dat klopt. Alleen ja, als je iedereen die bij de straat zou lopen die alcohol gebruikt heeft, zou moeten naar binnen moeten halen, dan heb je wel een groot probleem. Dus er moet ook een mate van overlast moeten zijn. Openbare dronkenschap moet daar ook wel duidelijk naar voren komen. Anders wordt het een beetje lastig handhaven. Maar net wat ik zeg, als iedereen aan de kant zou moeten krijgen die een glas bier gedronken heeft, dan wordt het lastig handhaven. Daar kunnen we ook niet zo gek veel mee. Is uw vraag beantwoord? Ja? Oké. Okay. De verschillende veiligheidsprioriteiten die hier genoemd staan, lokale prioriteiten vanuit de gemeente, die worden nu per prioriteit behandeld, zeg maar, en dan geven wij ons beeld. Nou, alcohol en drugsgebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast in algemeen en specifiek gericht op jeugd, dus algemeen en op jeugd. Dit zijn de overlasten die gerelateerd zijn aan drank en drugs. Dus dit zijn deze overlastcijfers die zijn op beide vlakken. Er zijn geen specifieke bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar. Er zit een lichte stijging, alleen er zit geen specifieke trend of ontwikkeling in, waar wij iets over kunnen zeggen. Het zijn gewoon losstaande feiten die een stabiel beeld laten zien.
Het is lastig om uit te drukken in cijfers, omdat er natuurlijk wel heel veel andere incidenten gebeuren waarbij soms alcohol of drugs in het spel is. Dit is echt losstaande alcohol of drugsoverlast, maar het kan natuurlijk zijn dat er een geweldsincident is waarbij sprake is van alcoholmisbruik. En dat laat zich lastig destilleren in de cijfers, dus dat is altijd moeilijk om daar echt een compleet beeld van te geven. We hebben wel het vermoeden dat er veel kleine criminaliteit gepleegd wordt om te voorzien in drugsbehoeften. Dus dan niet zozeer alcoholbehoeften, maar meer drugs. Nou, dat is zeker iets waar wij waar we onderzoek naar doen natuurlijk, want daar worden strafbare feiten gepleegd. Dus daar doen wij onderzoek naar als politie zijnde. We hebben niet het idee dat jeugd specifiek in beeld komt voor deze problematiek. Dus het is wel iets wat we constateren, maar dat is niet per se te relateren aan jeugdproblematiek. Meneer Pauls, D66. Ja, even een vraag. U heeft het over specifiek in relatie tot jeugd. Ik kan het niet helemaal vatten, want jeugd is, heeft u daar, definieert u dat in leeftijdsgrenzen? Ja, tot 18 jaar. Zit u daarbij? Oké. Okay. Dus vanaf 18 jaar zit daar een relatie in? Nou, dit gaat om drugs en drankoverlast in het algemeen. Dus niet alleen jongeren, maar ook volwassenen. Daar is geen onderscheid in gemaakt. Alleen de gemeente die heeft geprioriteerd dat drugs en alcoholgebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast in het algemeen en specifiek bij jeugd een prioriteit heeft, zeg maar, binnen de gemeente. En dit zijn onze cijfers met betrekking tot drugs en drankoverlast. Maar daar wordt geen onderscheid in gemaakt tussen volwassenen en jeugdigen. En jeugd zien wij als personen tot 18 jaar. Oké. Ja. Nou is mijn vraag eigenlijk. U heeft gerelateerde criminaliteit en overlast. Ja. Wat is gerelateerde. Wat een mooi woord. criminaliteit. Ik bedoel, heb ik het over drugsrunners of heb ik het over drugsgebruikers? Kan beide. Ja. We hebben wel georganiseerde criminaliteit. Is wel echt een losstaand thema, zeg maar, binnen de politiecijfers. En daar zou je dan meer drugshandel onder verstaan. Ja. Dus dit gaat meer om feiten waarbij drugs of alcohol in het spel is. Ja, dus dat een factor zou kunnen zijn in het plegen van een crimineel feit. Dus bijvoorbeeld geweldsincidenten of iemand die een inbraak pleegt en die onder invloed is van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Dus ja. Met andere woorden, de handel is dat. De handel is een losstaand issue en dat komt volgens mij nog. Langs. Ja, komt nog aan de orde. Oké. Ja. Meneer Maasing. Wat is de reden dat Bellingwedde blauw een blauwe achtergrond heeft? Is er geen jeugd? Zijn er geen drugs? Nee, de cijfers in Bellingwedde zijn gedaald. Zal ik ook uitleggen als dat in Stadskanaal de orde is. We hebben voor een daling hanteren we een blauwe kleur. Oh ja. Voor een ongeveer gelijk gebleven cijfer is het gewoon wit. Een lichte stijging is oranje en een forse stijging is rood. Maar er is geen reden om iets te zeggen waarom het in Oldambt 115 is en in Bellingwedde 4. Dat is een opmerkelijk Dat heeft verschil. Te maken met de gemeente natuurlijk. Hè? Inwoneraantal en de aard van de gemeente. Ja, daar staat dat mee in verband. Maar ik heb in deze presentatie gehouden op de gemeente Stadskanaal. En als er echt bepaalde vergelijkingen noodzakelijk zijn, dan zal ik die maken. Ja hoor. Je maakt het ook spiegelen aan andere gemeenten. Dus. Absoluut, ja zeker. Ja. Gemeente Vlagwedde en Bellingwedde zijn nog afzonderlijk van elkaar benoemd. Omdat dit gaat om de cijfers van 2016 en 2017. Dus misschien een goede toevoeging. De volgende sheet gaat over woninginbraken, overvallen en straatroven. En overvallen die vallen onder high impact crime, onder de landelijke prioriteiten. Nou, die heeft u beide geprioriteerd. De bovenste kolom gaat over de woningcriminaliteit, diefstal, inbraak, woning. Nou, daar zien we een daling in het jaarlijkse overzicht van 64 naar 53. Er staat een sterretje achter, omdat daar een bijzonderheid bij komt kijken. We zien dus in 2017 een daling. Maar we hebben wel gezien dat in de laatste vier maanden van het jaar een stijging is te zien, zeg maar, ten opzichte van de laatste vier maanden van het voorgaande jaar. Ja, dus de periodes worden altijd vergeleken met het voorgaande jaar. En omdat dit een jaarrapportage is, worden de jaarcijfers met elkaar vergeleken. En daar zien we een daling, maar eigenlijk is het wel opvallend dat we in de laatste vier maanden van het jaar toch een stijging hebben gezien. Nou, die stijging die heeft zich doorgezet in 2018, dat zult u ook zien in de volgende politierapportage.
En daar kom ik later nog op terug, want ik heb nog een dia met een vooruitblik. Maar ik wil in ieder geval wel even aangeven, van, in het jaarlijkse overzicht zien we een daling. Alleen in de laatste fase van 2017 hebben we dus wel gezien dat dat is omgezet naar een stijging. En in 2018, in de eerste maanden, is dat ook het geval geweest. Maar dat komt later aan de orde. Nou, op gebied van geweld en dan specifiek straatroof en overvallen zien we eigenlijk dat dat nagenoeg niet speelt in uw gemeente. Er zijn geen bijzonderheden te benoemen. Het is eigenlijk precies hetzelfde als vorig jaar. Ja? Okay. Aanpak problematische jeugdgroepen is een prioriteit binnen de gemeente Stadskanaal. Nou, overlast jeugd is een incidentscode zeg maar, die wij hanteren bij de politie in onze cijfers. Nou, zien we dat er, geen bijzonderheden zijn ten opzichte van vorig jaar. Het is een gelijk cijfer. Wat we wel zien is dat het ten opzichte van de gemeente Oldam bijvoorbeeld een even groot cijfer is. Terwijl in andere feiten zien we wel dat er verschil in zit. Ja, over het algemeen heeft... Meneer Klinkhamer. Nou, u zei dat het niet zo'n bijzonderheid is. Hè? Dat er al jaren loopt. Maar ik vind het wel een bijzonderheid. Ik vind het wel wat zorgwekkend. Dat die cijfers elke keer weer voor onze lenzen komen. En dan vervolgens zien we dit weer. Ja, bedoelde ik te zeggen inderdaad. Ja. Het is best wel op zich wel opvallend dat de gemeente Stadskanaal dezelfde cijfers vertoont zeg maar, als de gemeente Oldam. Terwijl bij andere feiten zien we dat er wel een verschil is. Hè? Dat de gemeente Oldam over het algemeen wat hogere cijfers heeft dan de gemeente Stadskanaal. En hier blijkt inderdaad wel dat, dat jeugd best wel een onderwerp is binnen deze gemeente. We zien niet een verschuiving, maar het is inderdaad wel een stabiel hoog beeld. Dat ben ik met u eens, ja. Ja. Dus zegt u daarbij van, goh, ik weet trouwens helemaal niet hoe de samenwerking met de politie, met bijvoorbeeld met het voorliggend veld of met andere zorginstanties. Sorry, met welke instanties zei u? Voorliggend veld of andere zorginstanties. Ja. Maar ik denk als je samen optrekt en eindelijk eens wat preventief gaat werken, hè, een beetje bij de voordeur, dan zouden die cijfers op de duur ook wel wat minder kunnen worden. Ja. Ik begrijp uw opmerking. Ik durf wel oprecht te stellen dat de samenwerking in dit gebied erg goed is. Ook op andere sociale thema's durf ik dat echt wel uitspreken. Cijfers blijven inderdaad hoog, maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat het ligt aan de samenwerking. Ik weet niet of Jos daar nog een aanvulling op kan geven. Ja, de overlastmeldingen van jeugd, dat is inderdaad de afgelopen jaren eigenlijk altijd al een item geweest hier in de gemeente Stadskanaal. Dat betekent niet dat wij daar inderdaad niks aan doen, want zoals Duke zegt, hebben we de samenwerking met de jongerenwerkers, met CEGV, het Centrum van Jeugd, Gezin en Veiligheid, die is zeer goed, waardoor we ook vaak wel aan de voorkant van de problemen komen. Wat je dus ziet is dit cijfer, dat is... De aantal meldingen die bij ons binnenkomen, maar dat zegt niks over de ernst van de meldingen. We zitten heel vaak wel aan die voorkant van de problematiek en we kunnen heel snel schakelen met onze ketenpaals om te voorkomen zeg maar, dat een overlast gaat leiden tot criminaliteit. Maar zijn dat dan de veelplegers? Komen die elke keer weer? Of hoe moet ik dat zien? Hè? Jeugd die dan een taakstraf of wat, die komt dan vervolgens binnen de zorg en die komt er weer uit en komt dat steeds weer dan? Dat wisselt heel erg. Er zijn een aantal namen die komen geregeld een keer weer terug. Maar er komen ook zo af en toe weer nieuwe namen naar voren. Maar dat zijn vaak wel individuen. Want wat Duke net al zei, als je het hebt over jeugdgroepen. We hebben eigenlijk de afgelopen jaren al geen sprake meer van overlast of hinderlijke jeugdgroepen. Dat heeft alles te maken met die ketensamenwerking die we met elkaar hebben. Dus aan die voorkant proberen te komen. De individuele problematiek hou je natuurlijk nog wel. En dat moet je deze cijfers eigenlijk zo gaan bekijken. Dit gaat ook echt over de overlastcijfers, dus niet zozeer over de criminele cijfers met betrekking tot jeugd. Die zijn, die komen naar voren zeg maar, in alle verschillende feiten en er wordt wel duiding op gegeven. Maar dit gaat echt om de overlast, dus het gaat niet om veelplegers. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar heel veel overlast gehad bij het overdekte winkelcentrum. Daar is ook fors op ingezet, ook met de BOA's onder andere, met jongerenwerk. En dan moeten we denken aan dat soort meldingen, echt van geluidsoverlast of rommel achterlaten of hangen in de portieken. Dat soort overlast gaat niet om criminele feiten. Meneer Iderma. U had van dat de jeugdgroepen niet zo gewelddadig meer zijn, maar afgelopen zaterdag kreeg ik een appje dat er een groep van 15 jongeren 2 mensen hebben met elkaar geslagen. Dat vind ik wel zorgwekkend.
Dat zijn zeker zorgwekkende berichten. We zijn nog bezig om dat te duiden. Alleen als je kijkt naar de afgelopen tijd, afgelopen jaren, dan kunnen we ze niet echt in beeld brengen als een bij ons bekende jeugdgroep. Dus dat zijn wel signalen die we binnenkrijgen, wat we ook gaan onderzoeken en wat we ook zeer zeker gaan delen met de keten. Maar het is voor ons niet een groep die al in beeld was. Nou, er zijn dus inderdaad, zoals Jos aangeeft, geen jeugdgroepen zoals die vastgesteld worden via de norm, safe stappenmodel. Alcohol, drugsgebruik is al eerder benoemd, blijft een thema waar we aandacht hebben bij voor jeugdigen. Sexting en cyberpesten zijn andere thema's die veel naar voren komen in relatie tot jeugdproblematiek. Nou, er zijn binnen de politie Omlanden Oost ook een aantal agenten die het thema jeugd als taakaccent hebben. Er zijn inderdaad veel structurele overleggen met CGV en andere partners op het gebied van jeugd. Dus er wordt fors op geïnvesteerd. Nou, ik gaf net al aan, er zijn veel controles geweest aangaande jeugd in het centrum van Stadskanaal. Ook in de vooruitblik van 2018 zal ik daar op terugkomen. Geweld is een prioriteit binnen de gemeente Stadskanaal. Ja? Meneer Pals, D66. Maak ik daarop uit, ja, misschien heel flauw hoor, wat ik nu zeg, maar maakt u daarop uit dat u controles uitvoert alleen in het centrum? Of? Nee, dat is een aandachtslocatie geweest naar aanleiding van meldingen. Er zijn veel burgers die daar melding hebben gedaan over die locatie. Dus daar hebben we specifiek extra inzet op gepleegd. Ja. Projectmatig inderdaad, ja. Ja, oké, okay, want ik woon zelf in een buurt waar... waar de wizard zit. Naast mevrouw Schipper, waar het hartstikke druk is met drugsgebruik en drugshandel en drugsverkeer. En ik zie u alleen maar als er iets aan de hand is. Ja, ik heb geen idee welke wijk u woont. Het maakt een beetje lastig. Nou, ik ben nog vaak, meneer Huizing, of meneer Bruining is wel op. Ja, ik hoor net van hem dat hij inderdaad beter bekend is, ja. Ja, volgens mij heeft de gemeente Stadskanaal één toegestane koffieshop. En dat is de Wizard. En volgens mij woont u daar vlakbij, meneer Pals. Ik heb het niet over de koffieshop. Want ik denk, want de koffieshop wil ik ook absoluut niet in de criminaliteitssfeer betrekken. Want ik denk dat wij een koffieshop in Stadskanaal hebben wat een goed voorbeeld is hoe het werkt. Maar als je even verder gaat naar de brug. Ik kom toch eens een keer weer bij me langs, zou ik zo zeggen. Ik kan ze u aanwijzen. En dat heeft niets met de koffieshop te maken. Ik denk dat ik weet wat u bedoelt. Want we hebben natuurlijk een aantal kamerverhuurpanden waar we ook cliënten hebben zitten. Laat ik het zo stellen, met wat diverse problematiek. Daar hebben wij afgelopen jaar ook samen met de gemeente en samen met de ketenpartners daar ook op geïnvesteerd. Dus ook samen met de eigenaren van de panden. Om daar gewoon goed inzichtelijk te krijgen van wat is nou zeg maar de bewoners... deel daarin. En daar ook afspraken over te maken op het moment dat daar overlast komt, om die bewoners daar ook zo snel mogelijk weer uit te krijgen. Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter. Het is toch eigenlijk goed om te horen, en ook nog eens te benadrukken, dat de jeugdbendes, wat de afgelopen jaren toch wel een heel ernstige zaak was, en ook een punt van discussie, dat verminderd is. En het blijft natuurlijk zo dat ze er ook onder jeugdigen wat moeilijke mensen zijn, om het maar zwak uit te drukken. En de heer Iderma gaf er een voorbeeld van. Mijn vraag is even, ook naar aanleiding van de reactie van mijn rechterbuurman, hebt u ook voldoende steun vanuit de burgers? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat burgers een handreiking geven aan u, als ze iets weten of iets ontdekken, en u vooral ook steunen. Ja, dat is lastig te definiëren, want datgene wat wij binnenkrijgen, daar gaan we mee aan de gang. En als u probeert te stellen van ja, meldt de burger wel genoeg bij ons om te kunnen handhaven, ja, dat is lastig, want wij weten niet wat de burger wel of niet ziet en niet bij ons meldt. Dus dat is lastig. Ja, ik dacht, meneer Paul, misschien die ziet alles, dus in dit geval, dus die kan ook wel aan. Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren? Ik heb zelf een keurig appje veilige buurt. Trouwens een heel mooi appje en dat gaat over de buurt waar ik dan woon. En op een gegeven moment dan krijg je ook wel eens berichten van de politie.
Of er iets gebeurt met een ongeluk of doorrijd, weet ik veel. Maar daar wordt wel op gereageerd. Maar vervolgens krijg je wel een berichtje dat het opgelost is. Of dat de dingen. Dus ik wil toch wel zeggen dat er een heel goed middel is. Waar ik wel af en toe eens goed naar luister. Mooi. Is inderdaad een initiatief waar de politie bij aansluit. En ik denk een heel mooi middel om met elkaar te communiceren en informatie te delen. Ja, absoluut. Ja, u heeft een vraag. Meneer Mellies. Nou, daar wil ik even op inhaken, want ik hoor dus net dat dat appje dus waarschijnlijk werkt en dat de politie daar ook bij in zit. Wij hebben het zelf ook in ons verkiezingsprogramma staan om dit wellicht uit te rollen over alle wijken en dorpen. Hè? Ik bedoel, als dit functioneert, waarom zouden we niet gewoon actief ook gewoon oppakken en te zorgen dat de standaard van die bordjes in het begin van de wijk komen te staan, omdat dit een WhatsApp gereguleerde buurt is. Maar is er iets om uit te rollen over de hele gemeente? Is een vraag aan de politie, neem ik aan? Ja. Ik ben er een groot voorstander van. Ik heb met de burgemeester afgelopen week ook even gesproken over hoe belangrijk dat ik vind dat je de publiek-private samenwerking ook zoekt. En eigenlijk alle kanalen moet gebruiken om dat zo goed mogelijk te doen. En als dat betekent dat veilige buurt daar een onderdeel van kan zijn, ja, wie kan daar tegen zijn, zou ik zeggen. Gaat u gang. Oké, dank u wel. Nou, geweld, volgende prioriteit. De eerste kolom is geweldsdelicten in zijn algemeenheid. Dat zijn samengevoegde geweldsincidenten. Ik zal het even voorlezen, want ik denk dat het moeilijk leesbaar is. Moord, doodslag, openlijk geweldpleging tegen personen, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. En daar is een totaalcijfer van gepresenteerd. Dat is van 170 naar 152 gegaan, dus wij zien daar een lichte daling. Geldt ook voor de andere gemeenten binnen ons basisteam. Nou, en ook in de verschillende categorieën van geweld zien we geen bijzonderheden. Dus vandaar dat dit in deze kolom is gepresenteerd. Nou, daaronder nog huiselijk geweld heeft u als specifiek onderdeel ook benoemd. En geweld tegen medewerkers met een veilige publieke taak. Nou, ook daarin zien wij een stabiel beeld. Huiselijk geweld is ook een relatief hoog cijfer. Als politie hebben wij geen trends of ontwikkelingen gesignaleerd binnen dit feit, zeg maar. Huiselijk geweld is een samengesteld cijfer wat bestaat uit verschillende geweldsincidenten. Dus het kan voorkomen bij mishandeling, maar ook bij bedreiging. En de geweldsincidenten die daarboven staan gepresenteerd, daaruit is huiselijk geweld gedestilleerd. Zo kunt u dat zien. Maar er zijn ook andere feiten zoals een ruzie of een twist, zeg maar, waar ook sprake kan zijn van huiselijk geweld. Dus vandaar dat huiselijk geweldcijfer hoger is dan het geweldcijfer. We hebben wel ook in de politierapportage aangegeven, de politie is natuurlijk een onderdeel van de veiligheidsketen en wij hebben een bepaald beeld van veiligheid. Alleen ons beeld is echt het beeld wat alleen bekend is bij de politie. Dus ook wat collega aangeeft, hè, op het gebied van jeugd. Het is natuurlijk, wij weten wat bij ons gemeld wordt en wat we zelf zien op straat en wat we ophalen. Maar met huiselijk geweld is het wel zo, dat het gebeurt natuurlijk achter de voordeur. Nou, de mensen die bij ons aankloppen, zeg maar, om huiselijk geweld te melden, dat is wat bij ons bekend is. Wij zien daar geen verandering. Maar we willen wel aangeven, wij zijn niet de enige partij, zeg maar, die zich bezighoudt met huiselijk geweld. En wellicht zijn er andere veiligheidsinstanties die daar een beter beeld van kunnen schetsen. Meneer Pals. Oh. Ja. Ik vind het toch ernstig hoor, dat cijfer van huiselijk geweld. Ik denk dat bijna al mijn collega's dat in het politieke programma hebben staan. Maar u zegt, de gevallen, het huiselijk geweld, het getal van 175, dat zijn de meldingen bij u. Ja, klopt. Maar u zegt nu even in een bijzin nog van, maar er zijn nog veel meer instanties die zich daarmee bezighouden. Absoluut, ja, Veilig Thuis bijvoorbeeld. Maar kun je dan zeggen van, het is 175 en dan komt nog een hele rits achteraan. Ik zou me dat kunnen voorstellen, inderdaad. Ik zou het bijzonder vinden als dit alleen, als mensen alleen naar de politie komen voor huiselijk geweld. Ja, er is ook bijvoorbeeld een meldpunt voor huiselijk geweld voor mensen die wel graag hulp willen bij zo'n situatie, maar die daar geen strafrechtelijk gevolg aan willen geven. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat dit cijfer hoger is. En ik wil er wel bij zeggen, het gaat hierbij dus niet alleen om fysiek geweld. Het gaat ook om om mentaal geweld, zeg maar. Hè? Dus ruzies waarbij sprake is van een relatie, zeg maar. Mevrouw de Jonge. Ja, ik denk dat huiselijk geweld is ook zo'n voorbeeld naast de aanpak jeugd, waar de heer Klinkhamer terecht naar vroeg, waarbij die samenwerking die hier echt opmerkelijk goed is. Tussen het centrum jeugd en gezin en veiligheid en de politie.
waarin je die samenwerking nog veel meer kan gebruiken. We weten dat huiselijk geweld kent altijd een aantal voorspellers. Dus als er schulden zijn, als er bekend verslavingsproblematiek is, werkloosheid, dat zijn allemaal indicatoren dat er een verhoogd risico is op huiselijk geweld. Ja, we willen in de nieuwe meerjarenbeleid echt ook gaan kijken hoe kunnen we die kennis nog beter delen, zodat je inderdaad in de preventieve sfeer ook op dit terrein adequater en sneller kan optreden. Want ik geloof dat als er sprake is van een melding bij de politie, dat daar zijn 6 ernstige incidenten voor nodig voordat iemand de politie daarvoor waarschuwt. Dus dan kan u wel een beetje bedenken hoe je dit cijfer moet lezen. Ja. Voorzitter. Meneer Klinkhamer. Misschien één opmerking hoor. Maar goed, dat speelde heel lang. Kijk, ik heb ooit iemand gehoord op televisie die huiselijk geweld mee heeft gemaakt. En die zei dat het woordje huiselijk, zo gezellig is het huiselijk niet. En misschien moet je dat huiselijk eens een keer eraf halen en zeggen van dat het gewoon conflict in de relationele sferen zijn. Of het gezins, binnen het gezin is. Maar het huiselijke, dat, zo ervaren mensen niet hun thuissituatie. Het is niet zo huiselijk. Het is puur geweld wat daar gebeurt. En misschien moeten we daar eens een keer vanaf. Dat we het gaan anders noemen. Ja, je kunt ook redeneren, juist het feit dat het thuis gebeurt, de plek waar je eigenlijk echt veilig zou moeten zijn, als het daar al onveilig is, dan kan je je voorstellen wat dat betekent voor een vrouw, voor een kind, voor een man in sommige omstandigheden. Dus het woord huiselijk geweld geeft eigenlijk ook wel een extra dimensie aan de ernst van het delict. Dank u wel. Nou, ondermijning en georganiseerde criminaliteit kwam net al ter sprake. Hier gaat het dus inderdaad wel om drugshandel. Maar onder andere ook om mensensmokkel, wapenhandel, horizontale fraude, verticale fraude en overige fraude. Dus financiële fraude dus inderdaad, drugsgerelateerde fraude en mensensmokkel, wapenhandel. Ook dit cijfer is echt, deze criminaliteit is ook heel lastig te vangen in cijfers. Het is gewoon, ondermijnende criminaliteit is criminaliteit die lastig zichtbaar is, verweven met de onderwereld. En het is gewoon iets waar wij als politie zicht op proberen te krijgen, maar geen volledig zicht op hebben waarschijnlijk en helaas. We zien dus een daling. Kun je uitleggen wat horizontale en verticale fraude is? Daar gaat Jos maar bij helpen. Horizontale fraude, dat wil zeggen dat de fraude gepleegd is tussen bijvoorbeeld burgers onderling. Je hebt het over de ene partij naar de andere partij. Verticale fraude, dat gaat over fraude van, met gebruik van overheidsgelden, misbruik van subsidies, PGB-fraudes enzovoort. Oké, dankjewel. Nou, in ieder geval, we zien dus een daling in de cijfers. Alleen, wij hebben wel het gevoel dat dit zeker speelt binnen de gemeente. Niet alleen binnen uw gemeente, maar ook binnen de rest van het baasteam en onze provincie en daarbuiten. Momenteel wordt er gewerkt aan een ondermijningsbeeld vanuit het RIEC. Dus het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Waaraan de gemeente onder andere en de politie meewerkt. En we willen graag een beter zicht krijgen op deze problematiek. En hopen daar dan ook beter op in te kunnen spelen, zeg maar. Dus we zijn hier druk mee bezig om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Ja, we zien een daling in de cijfers, alleen het de duiding is lastig op dit thema. Nou, veilige evenementen is een prioriteit binnen de gemeente. Nou, er zijn geen bijzonderheden of ongeregeldheden die naar voren zijn gekomen in het afgelopen jaar. Nou, we willen graag aangeven dat het resultaat dat zich uit in de politiecijfers niet alleen een resultaat is naar aanleiding van de politieinspanning. Dat we echt inderdaad binnen dit gebied een goede integrale aanpak hebben. En dat wij daardoor de veiligheid in dit gebied zoveel mogelijk kunnen garanderen. Nou, we zijn als politie een partner in de veiligheid. Nou, ook met betrekking tot de app bijvoorbeeld. Wij willen heel graag deelnemen aan initiatieven die gericht zijn op veiligheid. We kunnen het niet alleen en we zoeken daar aansluiting in.
Nou, een vooruitblik in, in 2018 zijn al een aantal onderwerpen aan de orde gekomen waar wij graag nog wat specifieker op willen vooruitblikken. Nou, met name de woninginbraken. We hebben echt een piek gehad van woninginbraken in dit gebied. Niet alleen in de gemeente Stadskanaal, maar ook in de omliggende gemeentes. Nou, die is eigenlijk begonnen eind 2017 en heeft zich voortgezet begin 2018. We hebben daar een dadengroep voor in beeld gekregen en daar zijn aanhoudingen gepleegd. Ja? Meneer Irema? Ja, dank u wel. Zijn dat buitenlandse mensen vanuit Oost-Europa? Ik durf eigenlijk niet te stellen. Ik weet wel, het is in ieder geval een dadengroep niet uit deze omgeving. Meer uit het midden van het land, maar over de etniciteit durf ik geen uitspraak te doen. En dan vraag ik er gelijk bij, was dat voorzien dat deze groep hierheen trok? Nee, het gaat echt om mobiel banditisme. Ja, het is gewoon een fenomeen, landelijk fenomeen. Het zijn rondtrekkende dadengroepen die het op dit gebied gemunt hebben gehad in die periode. Ja. En er zijn dus inderdaad aanhoudingen geweest en waarna dit is gestopt. Nou ja, daarnaast zoeken deze daders ook na verloop van tijd een ander gebied op om feiten te plegen waardoor dat lastig grijpbaar is. Nou, daarnaast hebben we wel moeilijkheden om woninginbrekers op te sporen, omdat ze veel goederen wegnemen die moeilijk traceerbaar zijn, waaronder geld en sieraden. We hebben bij de politie een systeem waarin wij inbraken registreren. Nou, met mobiele telefoons, bijvoorbeeld op laptops, dan heb je een serienummer. Dus dan is het makkelijker om iets wat gevonden wordt zeg maar, te herleiden naar een inbraak. Maar we zien heel veel dat sieraden weggenomen worden en dat er geld weggenomen wordt. En dat is lastig om dat weer terug te brengen bij een specifieke inbraak. Nou ja, het advies in de politierapportage is ook opgenomen om gebruik te gaan maken van die digitaal opkoopregister. Er kunnen ook foto's in worden opgenomen van bepaalde sieraden, zodat we makkelijker inbraken kunnen oplossen die worden gepleegd. Nou, op het gebied van jeugd, ik heb er al iets over gezegd, dat sprake was van jeugdoverlast in het overdekte winkelcentrum van Stadskanaal. Nou, dat er dus veel inzet is gepleegd door gemeente en jongerenwerk en de politie. En dat het probleem daardoor in de kiem is gesmoord. We hebben een tijd gewaarschuwd, mensen weggestuurd uit de portieken. Op den duur verbaliserend opgetreden in samenwerking met de BOA's. We hebben gezien dat dat effect heeft gehad. Dus momenteel krijgen wij in ieder geval geen meldingen meer van overlast in dat gebied. Een aanvulling op de prioriteiten die u als gemeenteraad heeft vastgesteld in de afgelopen jaren. Wij zien wel dat burenproblematiek en sociale wijkproblematiek een opkomend fenomeen is. Binnen de gemeente Stadskanaal, maar ook binnen de gemeente Westerwolde. En gemeente Oldambt heeft hier ook last van. Maar daar wordt op geïnvesteerd, ook vanuit de gemeente. Uit cijfers blijkt dus dat er sprake is van burenproblematiek. Het vertaalt zich niet alleen in burenproblematiek, maar ook in geluidsoverlast. Nou ja, we werken daarin samen met CGV en OGGZ, allerlei sociale instanties. Maar we zien wel echt dat dit steeds meer opkomt. En het advies is dan ook om hier, om hier prioriteit aan te geven en eventueel in te zetten op buurtbemiddeling of een andere wijze om deze burenproblematiek tegen te gaan. Zodat het niet een structureel probleem wordt binnen uw gemeente of verder groeit. Nou, advies op basis van het beeld van de politie. Nou, blijven inzetten op de huidige prioriteiten, voortzetten en uitbouwen van de ketenaanpak. Blijven inzetten op bestuurlijke aanpak naast strafrechtelijke aanpak. Nou, dan kunt u dus denken aan de samenwerking met het RIEK, maar ook bijvoorbeeld het digitaal opkopersregister. En dus aandacht voor de toename van burenproblematiek en sociale wijkproblematiek. Voorzitter. Meneer Irema. Wat denkt u dat u met de huidige capaciteit die u nu hebt, dat u voldoende daaraan heeft? Met onze gestelde prioriteiten? Ik geef het woord even aan de teamchef. In de samenwerking met de ketenpartners zeker. We kunnen het niet alleen en we willen het ook niet alleen. En we hebben elkaar daarbij donders hard nodig. Wij zitten vaak in de adviserende en de signalerende taak. Dat is onze rol ook. En dan is het aan de ketenpartners om daar verder invulling aan te geven. En dat blijven we doen. En dat maken gebruik van onze wijkagenten en de clusterleden van Stadskanaal. We zijn dit jaar begonnen met het werken in vaste clusters. Dat wil zeggen dat de collega's van Stadskanaal ook daadwerkelijk in Stadskanaal dienst doen. Dat de collega's voor Westerwolde daadwerkelijk in Westerwolde dienst doen. En de collega's die voor het cluster Oldambt uitgeroost zijn, ook daar hun werkzaamheden doen. Dus u blijft in elk geval altijd voor Stadskanaal vaste eigen gezichten houden. Maar wat ik met capaciteit bedoelde, bedoel ik ook met de handhaving. Hè? Denkt u dat u voldoende capaciteit heeft om alles te kunnen handhaven wat wij geprioriteerd hebben?
handhaven, dat wil soms ook zeggen dat je dingen door moet zetten naar degene die daar het beste uitvoering aan kan geven. Ik denk wel dat datgene wat we nu hebben, we de zaak wel zodanig onder controle kunnen houden. En dat is ook wel te zien in de cijfers zoals we die afgelopen jaren gehad hebben, dat we daar succesvol mee door kunnen gaan. Ik ben aan het einde gekomen van de presentatie. Als er nog algemene vragen zijn, dan kunt u die stellen. Mag ik even een procesvoorstel doen? Duke, die is hier bij ons, zij heeft een knieblessure. Zij is met de taxi gekomen en de taxi staat op haar te wachten. Om 9:30. Dus ik wil eigenlijk jou wel verexcuseren om te zeggen van ga naar beneden voordat de taxi weer vertrokken is. Dus, ja, dank u wel voor uw tijd en aandacht. Dan zal ik de overige vragen wel beantwoorden. Heel hartelijk bedankt voor je presentatie en de toevoegingen daarop. Ja, beterschap en we zullen de collega verder de vraag laten beantwoorden. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Ja, dank u. Meneer Van Beek, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. Mooi dat u hier bent als politie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat wij jaarlijks even een update krijgen. Het is jaren geleden is het ingesteld. Ik kan gelijk van de gelegenheid gebruik maken om u als chef hier een compliment te maken voor de politie in zijn algemeenheid, voor de inzet. Anders moeten wij dat altijd via de burgemeester doorgeven, maar nu kunnen we dat gewoon rechtstreeks doen. Dus bij deze de complimenten. Ik denk dat ik namens iedereen spreek hier. Ik denk dat het wel eens genoemd mag worden dat er toch zoveel inzet is vanuit de politie op zeer moeilijke terreinen. En dat die toch bezig is voor de veiligheid voor ons allemaal hier in Stadskanaal. Dat als eerste. Kijk, tijden geleden, u sprak net over een cluster Stadskanaal en dan heb je dus eigenlijk je eigen agenten. U bent op sterkte, laat ik het dan zo zeggen, of zit u onder de sterkte waar u eigenlijk zou willen moeten hebben? Het verschil tussen wat ik zou willen en wat ik zou moeten, daar zit wel een groot verschil tussen. Wij zitten met ons basisteam nog boven de sterkte zoals die vastgesteld is in het RBBO. Dus uiteindelijk moeten we nog met een aantal mensen FTE terug. Maar met de mensen die ik nu in mijn basisteam heb, wil ik eigenlijk wel strijden om dit aantal wel vast te houden. Want dit hebben we wel nodig om de dingen te kunnen blijven doen die we moeten doen met elkaar. Ik begrijp hem. Hebben we tijden geleden, volgens mij is dat weer even een jaar of twee terug, ook wel de vragen gesteld van gaan onze politieagenten hier uit Stadskanaal nou ook in die andere plaatsen aan het werk, hè, zoals in Ter Apel en dergelijke. Is dat nu nog zo of zijn ze nu echt specifiek voor Stadskanaal? Onze eigen clusterleden die sowieso in de dagdiensten, vroege diensten en avonddiensten, dat is allemaal in het eigen cluster. U moet wel zien dat in de nachtdiensten dat soms wel even wat problematisch is. Dan proberen we met de drie clusters samen zeg maar, de nachtdienst te bezetten. Dat heeft ook alles te maken met de samenstelling van de teams. Hè. Er zijn collega's van ons die hebben een respectabele leeftijd dat ze geen nachtdienst meer hoeven te draaien. En dat komt dus allemaal terecht op de, laat ik het maar zo stellen, de jongere collega's. Dus het is maar een kleine groep mensen die nachtdiensten kan gaan draaien. Dus dat wordt binnen het basisteam wordt dat verdeeld. Maar de dagdiensten, de avonddiensten, die zijn allemaal door eigen mensen hier. Nou, mijn laatste opmerking is, ik vind het geweldig goed om te horen dat er zoveel gezamenlijke aanpak is hè, binnen de veiligheidspartners. En dat jullie daar zodanig mee omgaan dat jullie dat allemaal delen, laat ik het maar zo zeggen. Ik bedoel, je hoort wel eens dat het ieder voor zich is en God voor ons allen. Nou, spreekt God ons wel aan als ChristenUnie, maar ik denk dat dat een hele goede zaak is. En daarvoor mijn complimenten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Beek. Meneer Klapstra, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik kan uit eigen wetenschap beamen dat we hier heel trots en blij zijn met onze politie. En dat we dat ook mogen zijn, denk ik. Vanuit mijn professie krijg ik dat regelmatig mee. Dan zijn er wel andere eenheden in den landen, kan ik u verzekeren. Wat ik zou willen voorleggen, meneer Bruining, is de vraag die bij mij opkomt als ik het bericht van vanochtend lees, een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, waarin hij zegt, en dan citeer ik, radicalisering bij windmolenprotest, extremisme valt ook
Nou, snap ik dat we in Staatskanaal zo'n ding nog niet gaan krijgen, maar wel vlak om de hoek. Moeten wij ons in Staatskanaal er ook zorgen om gaan maken over dit soort berichten? Ja en nee. Nee, want het zit niet in de gemeente Staatskanaal. En ja, Staatskanaal, ze zijn er wel bij betrokken en kunnen wel daadwerkelijk ook overlast van hebben. Wat we wel zien is dat zeg maar, de tegenbeweging zo af en toe gewoon echt gewoon heel sterk is. En ik denk dat u doelt op het verhaal van wat Dick Schoof vertelt, wat er in Frankrijk gebeurd is met windmolens die in de brand zijn gestoken. We houden er wel rekening mee dat de weerstand wel zo groot kan zijn, dat wel plaats zou kunnen gaan vinden. Er zijn wel wat uitingen geweest de afgelopen maanden, niet dan in ons gebied, gelukkig maar wel in de andere gebieden die niet getuigen van enige vorm van respect voor anderen. En dan heb ik het over bewindslieden die met haken kruisen en Hitlersnorretjes afgebeeld worden. Nou, dat zijn wel extremen, dat noem ik dan extremen, die wat mij betreft wat dat betreft gewoon echt alle perken te buiten gaat. Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter, ik had bijna gezegd, wat wil je ook als bestuurders, verantwoordelijke bestuurders, oproepen tot... Maar goed, ik had een andere vraag. Ik heb het over windmolens. Maar ik wil nog eens vragen... Is het nu juist, heer Bruining, dat wij meer politie op straat zien dan enige jaren geleden? En dan nog even op de woninginbraken, want op de vraag van de heer Iedema is eigenlijk geen antwoord gekomen. En daarom zeg ik stel nu dat de woninginbraken gepleegd zijn door georganiseerde bendes, om het zomaar even te noemen. Dat las ik in de krant. En ik las ook in de krant dat deze uit Oost-Europa kwamen uit hun land. Dan is mijn vraag, wat hebben jullie nou voor instrumenten om te straffen? Zitten deze mensen nou achter de deur? Worden ze gestraft? En dat mag liever in dat andere land dan hier. Maar kunt u daar iets over zeggen? Want inbreken bij burgers heeft een geweldige impact. En dat weet u veel beter dan wij. Maar als ze één keer in je huis hebben gestruind en ze hebben de zaak op de kop gezet... En ze hebben ook nog iets met waarde meegenomen waar je bijzonder aan gehecht bent. U noemde die voorbeelden van sieraden en zo even. Maar alleen al het idee dat mensen in je huis zijn geweest. Dat heeft gewoon groot impact. En of je nou allerlei sloten hebt, neem van mij aan. Als je vakman bent op dat gebied kun je er altijd in. En ook snel. Maar wat gebeurt daar nou mee? Kunt u daar nog eens iets over zeggen? U heeft volgens mij twee vragen gesteld. Eerst is van, is er nu meer politie op straat dan voor die tijd? Nou, ik heb er geen mensen bij gekregen, dus volgens mij is dat niet het geval. Daar ben ik blij om dat u ze meer ziet. Want de bedoeling is wel dat onze politie meer zichtbaar is op straat. En de bedoeling is in ieder geval wel dat onze collega's niet binnen de muren van het bureau zijn, maar zoveel mogelijk naar buiten. En dat heeft ook alles te maken met de mogelijkheid om... buiten het bureau ook de burger ten dienste te zijn. Dat was de achterliggende gedachte natuurlijk. Wij hebben natuurlijk tegenwoordig de mogelijkheid om aangiftes bij mensen thuis op te nemen. We hebben mobiele apparatuur waar we in feite overal alles op kunnen vragen en ook in kunnen voeren. Dus we zijn niet meer afhankelijk van een stenen gebouw om burgers ten dienste te zijn. Dus we kunnen dat op straat doen bij mensen thuis en waar u maar wilt. Op vraag 2... De straffen, ja weet je, de politie straft niet, hè. De politie die houdt aan en die brengt de zaken aan bij het Openbaar Ministerie. En dan gaan we meneer Klopstaal dan even naar kijken of er misschien nog wat moet gebeuren met deze verdachten. Maar uiteindelijk is het de rechterlijke macht die daar uitspraken over moet doen, wat we gaan doen met deze verdachten. Dat is een beetje een ontwijkend antwoord, vind ik. U zou ook kunnen zeggen, nou, ze komen, ik noem maar een voorbeeld uit, ja, wat zou ik zeggen. Maar gewoon als voorbeeld, Polen. Wij leveren ze over, wij grijpen ze in de kraag, leveren ze over, want dat hebt u gedaan. U hebt groepen gepakt en dat laten de cijfers zien. En wij zijn er zeker van dat deze mensen in Polen ook gestraft worden. Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Dan komen ze, zodat ze niet weer terugkomen.
Nou, wij hebben geen uitleveringsverdrag met Polen. Als verdachten hier aangehouden worden, worden ze hier voor de rechter gebracht. Het kan zijn dat mensen weer naar huis gestuurd worden in afwachting van de berechting. Met de mogelijkheid dat ze teruggaan naar huis en dan bij verstek veroordeeld worden. Maar het is niet zo dat wij hier gaan straffen en dat ze dan hun straf bijvoorbeeld in Polen moeten uitzitten. Nou, het is in het algemeen zo, ik weet er een klein beetje van. Meneer Iderma. Ja. Hij moet op zijn passen toch? Maar als mensen hier een delict plegen, dan worden ze hier gestraft. En als ze dan illegaal hier zijn, dan worden ze ook nog weer uitgezet. Er is geen vrijwilligheid aan. Bedankt voor de toevoeging. Meneer Wiesema, CDA. Ja, had ik een compliment. Dat ik wel zelf ook vind dat de politie veel meer aanwezig is op de plekken waar het ook echt moet zijn. Maar als tweede, wat ik wel vaak hoor, want ik ben zelf nog heel erg jong en kom op de plekken waar veel criminaliteit ook het geval is. Ja, zeker. En eigenlijk weten heel veel jongeren weten eigenlijk wel vaak ook bijvoorbeeld, nou dan zijn er bijvoorbeeld, is er iemand in elkaar geslagen. Dan weet helft van de jongeren weet wel wie het gedaan heeft. Maar toch duurt het dan hele lange tijd of zelfs niet dat diegene gepakt wordt. Of ook wel eens bijvoorbeeld de drugsdealers hier in Stadskanaal, die doen het al jaren achter elkaar door. En soms schreeuwen ze het zelfs in de cafés en de kroegen dat ze het doen, maar toch verdienen ze nog steeds bakken met geld en rijden op een gegeven moment in een BMW. Dus ik denk, toch denk ik van, kijk, ik kan me moeilijk voorstellen dat... ik noem geen namen. Ga verder. Maar ik wil even meer zeggen is dat ik kan me voorstellen dat u als groep ook niet daar bent. Maar ik zou toch mee willen geven om toch te kijken naar, omdat toch de gewone burger, zeg maar de jongeren van 20 tot 35 jaar, die weten toch wel vaak wat meer. En nou, ik vind het daar ook zonde of jammer dat eigenlijk die mensen dan niet gepakt worden. Terwijl ik denk van met burgerinformatie kan heel veel teweeg brengen. Wij proberen in onze informatievoorziening, dus het brengen en ook halen van informatie, gebruik te maken van eigenlijk alle kanalen die ons ten dienste staan. Wij proberen dat ook via de social media te doen. We hebben een eigen Facebookpagina voor Stadskanaal. En ik weet dat tegenwoordig de jongeren niet meer op Facebook zitten, behalve als het over op evenementen aankomt. Maar weer andere soortementen van social media gebruikt als Snapchat en dergelijke. Wij proberen wel zoveel mogelijk daar wel aansluiting bij te vinden, zodat wij niet alleen informatie brengen, maar ook via die kanalen informatie kunnen halen. Dus als wij op zo'n manier ook onze jongeren kunnen bewegen om daarop te reageren, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Als het gaat om de grote drugsdealers, dan heb je het over ondermijning. Duke heeft dat in een presentatie net al even over gehad. Ondermijning, dat gaat over de witte borencriminaliteit. Daarvoor is het eerst belangrijk dat je goed zicht krijgt op waar hebben we het dan over met elkaar. Dus waar het Riek mee komt, is met een ondermijningsbeeld van dit gebied. Van joh, weet je, wat weten we nou eigenlijk hiervan? En wil je zo'n zaak aanpakken, weet je, dan kunnen wij dat als basisteam niet alleen, maar dan moeten we gebruik maken van de regionale recherche. En die gaan we dan ook daarbij invliegen. Alleen ook daar zit een prioriteit aan van wat wel en wat niet kan. Het is altijd gebruik maken van de mensen die er zijn en de middelen die er zijn. Maar er moeten soms keuzes gemaakt worden. En ik ben het met u eens als het gaat om de aanpak van de grote dealers. Ja, dat mag wel eens een keer goed voor het daglicht komen. Dus het komt puur eigenlijk ook een beetje de onderbezetting, het is zo groot dat eigenlijk niet te handhaven. Nee, dat zeg ik niet. De taak van het basisteam is om bezig te zijn met het aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Dus dan heb je het over de eenvoudige zaken. Heb je het over ondermijning, dan daar hebben we het hier over. Dan hebben we daar een rechercheafdeling voor in Noord-Nederland in het leven geroepen. Alleen die rechercheafdeling, die heeft ook zijn eigen prioriteiten daarin. Dus het is aan ons om dit te gaan adresseren, om hem hoog op de agenda te krijgen. Oké, dan duidelijk. Voorzitter. Mevrouw Luiken. U zegt net dat er geen onderbezetting is bij de politie. Maar ik ben toevallig net 6 dagen in Rotterdam geweest. En nou wil ik Rotterdam absoluut niet met Stadskanaal vergelijken. Maar je ziet daar iedere 3 minuten een politie voorbij komen en rondrijden. Ik woon in Musselkanaal, ik zie ze nooit. Ik zie ze wel hoor. Bij ons rijden ze geregeld langs.
Jij woont in Musselkanaal. Grietje woont dus ook niet in Musselkanaal. Maar vroeger hadden wij in Musselkanaal een wijkagent. En u kent de buurten in Musselkanaal ook wel. En dat was altijd een ontzettend fijne plek voor mensen om naartoe te gaan. Een gesprekje te hebben, de wijkagent gaat praten. Dat is natuurlijk al jaren niet meer zo. Waarom, als u niet onderbezet bent, hebben wij geen wijkagent meer? Dan bent u niet goed geïnformeerd, want we hebben 2 wijkagenten voor Musselkanaal. Die zitten waar? Dat weet niemand inderdaad. Zitten die in de heggerank? Die zitten niet, die zijn op straat, daar waar ze horen. Collega van de ploeg, Fred van de ploeg is een van de wijkagenten van Musselkanaal. En die kunt u daarvoor benaderen. Meneer Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier de politiereportage 2017 van het basisteam voor me liggen. Dit zijn het trouwens openbare stukken, of niet? Nee, ik heb het voor me, wij hebben het voor me. Maar het zijn er openbare stukken, want goed, ik loop er niet zo heel lang mee in het gremium. Het is een stuk wat inderdaad wel openbaar is, want er staan namelijk geen persoonlijke gegevens in, nee, er staan alleen maar beelden in. Ik heb zo eens even van de afgelopen jaren eens even wat naast elkaar gelegd en we hebben het net even over trends gehad. Nou, ik kan niet echt een trend ontdekken, je ziet wel incidentele pieken, het ene jaar heb je één keer een piekje en het volgend jaar is het weer weg. Als er al een lichte trend te zien valt, dan is toch wel dat het eigenlijk over het hele beeld best wel goed gaat met de criminaliteit, mag ik zeggen, maar in goede zin. Eigenlijk mogen de burgers dat ook wel weten. Hè? Ik bedoel, we mogen graag afgeven, hè, op de politie. En, vroeger was alles beter, er waren nog sterke mensen en nou doen ze niks meer. Het is niet van de lucht, maar eigenlijk gaat het best wel goed. En wat is moeten, vraag? Moeten we daar nu eens een keer wat meer promoten dat het goed gaat met de burgerij en met de politie? Dat is de vraag? Oh. Ja, ik zou daar groot voorstander van zijn. Uiteraard moet je ook je successen weten te vieren en niet alleen maar naar buiten komen op het moment dat het niet goed gaat. Ik wil u wel een winstwaarschuwing geven in die zin dat we zien een afname inderdaad in de traditionele criminaliteit. Maar daar komt wel wat anders voor in de plaats. En dat is de cybercriminaliteit. Dan heb je het over dingen die op het grote wereldwijde web plaatsvinden. Wat wel wat lastiger aan te pakken is dan de traditionele criminaliteit. Dat is iets dat moeten we met elkaar in leren. En dus wij als politieorganisatie moeten daar onze kennis echt op peil zien te krijgen. En ook onze eigen whizkits naar binnen halen om dat goed aan te kunnen pakken. Mevrouw de Jonge. Ik denk dat dit een goede oproep is en dat het aan de gemeente is om hier gehoor aan te geven. En overigens ook aan u. Dus de 24e komt dit stuk weer terug. Dus u kunt ook een bijdrage aan leveren dat het beeld wat kantelt. En ik denk ook dat dat belangrijk is overigens voor de veiligheidsbeleving van mensen. Want als wij veel inzoomen op wat er fout gaat en misgaat en aan delicten plaatsvindt, doet dat iets met de veiligheidsbeleving. En we kunnen ook zeggen, eigenlijk is het een vrij veilige gemeente. Mevrouw Schipper. Ja, het paste wel een beetje bij wat mevrouw de Jong, de burgemeester, zegt. Ik zal het zo jammer vinden van dat het zo'n angstcultuur gaat worden. Hè? Dat je dus altijd op de buren moet letten en overal appjes voor moet hebben om de veiligheid of alles maar door te geven wat je ziet. En dan denk ik, dan ben je ook verkeerd bezig. Want je moet wel een beetje in een vrij land blijven wonen en ook niet alles als crimineel gaan blijven zien. Dus daar wil ik nog even toevoegen dat je niet de angst moet laten regeren. Dank u wel. Is er nog iemand die een vraag heeft? Of kunnen we tot afronding komen? Wou u nog iets toevoegen, mevrouw de Jonge? Als portefeuille houden. Nee? Dank aan de politie. Zeker, dank aan de politie, aan uw collega. En de complimenten graag overgeven aan uw collega's. Mooi. Binnenkort hebben we dus dit op de agenda staan en dan praten we er verder over. En dan kom ik bij agenda punt 7. Is er nog iemand die iets voor de rondvraag heeft? Nee? Dan ga ik verder met agenda punt 8 en dan sluit ik de vergadering. Wens ik ieder wel thuis. Dank u wel.